Ja, hartelijk welkom allemaal. We hebben een livestream, dus we gaan op tijd beginnen. En dat is nu. Ik geef het woord aan Jan Atsen. Beste mensen. Wat een prachtige locatie hier trouwens. Een prachtige lessenaar hier bijna voor. Wat een hele vruchtbare middag waarschijnlijk. Veel kennis kan worden uitgewisseld. Ik ben Jaatse Nicolai. Ik ben de voorzitter van de Denktank Basisinkomen GroenLinks. Bert Veenstra van Basiszekerheid PvdA, de voorzitter daarvan, zal straks de eerste inleiding houden. Maar ik wil eerst even de bestuursleden van de Denktank Basisinkomen GroenLinks voorstellen. Dan kunt, weet u wie u straks in de pauze aan moet schieten als u vragen hebt over Denktank GroenLinks. En daarna ga ik ook weg. Ik kom aan het eind van de middag nog even terug. Ik geef dan geen samenvatting, ik waarschuw u vast. Ik doe wel slot, dus u moet echt zelf goed opletten. Dus, maar goed, ik zal in ieder geval eerst even ons bestuur voltallig gaan wezen. In eerste plaats Alexander Rook. Hij is grotendeels verantwoordelijk voor deze middag, dus goed dat u applaudisseert. Saskia van der Elst. Ton, ja, Denktank staat in mijn, maar hij heet Kuipers volgens mij. Hij stond als Denktank in mijn telefoon, zag ik zo net. Ik denk van, heb ik toch even opgezocht hoe je echt heette. Leo Bosland. Geweldig. En Hanny Bruinsma, dacht ik, hè? Hanneke Bruins, ja. Okay. Goed. Nou, ik wens u een hele goede middag verder. En Bert Veenstra zal de inleiding geven. En ook het bestuur even voorstellen. Ja, dank jullie wel. Voordat ik kort inleid, ook even voorstellen. Hè, wie zijn dan de bestuursleden, leden van de bestaanszekerheidsgroep van Partij van de Arbeid? Nou, dat is Hans Lindeyer. En daar is Hans. Ja. Monique Monen, kersvers lid. Ja. Dat is Frans Vrijmoed, die er niet is. En ook Bouke de Vrede uit Rotterdam, die kon er ook niet bij zijn. Nou, en ik ben Bert Veenstra en we hebben nou in 2018, 2019, ik weet niet meer precies, maar toen hebben we die werkgroep opgericht. Ter introductie van deze lezing, hè, hartelijk welkom dat jullie allemaal zijn gekomen. En ik wil aanhaken bij de werktitel, hè, van deze conferentie. En dat heet Voorbij het kapitalisme. En ja, je kan daar van alles van zeggen. Hè, van is het dan ten einde? Of komt er iets achteraan? Of nou ja, dat weten we eigenlijk allemaal nog niet. Maar dat zeg maar de systemen onder spanning en onder druk staan. Hè, dat mag denk ik bekend worden verondersteld. Ik begin even met wat geschiedenis. Ik denk dat Maarten van Rossum misschien mij wel in de hoek zette, dat weet ik niet. Maar we hadden ooit feodalisme. We hebben de verlichting gehad en het liberalisme. Neoliberalisme is een hele tijd later gekomen. We hebben socialisme, anarchisme, communisme, marxisme. En we hebben ook kapitalisme. Onderdelen, hè, waar Partij van de Arbeid, hè, waar ik dan van ben, in haar vaandel heeft staan. Hè, dat is binding en verbondenheid. Gelijke kansen voor iedereen. Hè, strijden tegen ongelijkheid. En vooral ook strijden voor bestaanszekerheid. En die bestaanszekerheid, die staat in de grondwet. En die staat ook in de universele rechten van de mens. En wij hebben een systeem, hè, wat geleid wordt door onze overheid en door een regering. En nou ja, noem maar op. We kennen het allemaal wel, hè, de dagelijkse gang van zaken, de ingewikkeldheid. En het gekke is dat niet iedereen in ons land die bestaanszekerheid heeft. Hè, en het grondwet wordt nooit getoetst, zeggen ze wel eens. Ik denk van ja, moeten we dat dan niet een keer gaan doen? Maar het feit is dat 1 miljoen mensen die leven in armoede en het aantal is groeiende. En we weten ook hoe dat gekomen is. En door opeenvolgende crisissen is dat gekomen. En zijn niet echt bij machten om dat getal, zeg maar, drastisch naar beneden te krijgen. En ik denk echt dat het een omissie is.
niet van ambtenaren, ministeries of regeringen. Ik denk dat het een missie is van eigenlijk ons allemaal. En er is van alles mis met die systemen. En ik denk dat jullie vandaag gekomen zijn, dat hoop en verwacht ik eigenlijk, om te horen en te luisteren en ook mee te praten. Om te kijken van, wat is dan het meest goede, degelijke systeem van de toekomst? Hè? Welke stip staat er op de horizon? Of welke stip moet er op de horizon worden gezet? Daar gaan we denk ik met elkaar over hebben. En ik wens ons en jullie heel veel plezier erbij. En dan geef ik nu het woord aan Harry, onze dagvoorzitter. Ja. Dankjewel, Bert. Ik vind het fijn om hier te zijn. En dan zegt u misschien, dat zegt hij natuurlijk overal. En dat is ook zo. Stel je toch voor dat je op mijn leeftijd nog ergens bent of iets doet tegen je zin. Dat zou tragisch zijn. En ik kijk een beetje naar u en veel leeftijdsgenoten. Ik wens u hetzelfde toe. En u vraagt misschien af, ik ga een klein praatje houden. Hè? Dus ik doe net of ik alle tijd heb. Maar we komen echt allemaal op tijd aan het woord. En we ronden ook op tijd af. Rond 4 uur gaan we aan de borrel. Ik zal het ook nog toelichten. En ik ga je ook nog een vraag stellen. Maar ga je nou iets nieuws horen? Kans is klein. Dat ligt overigens niet aan de sprekers. Die zeggen in terzijdes, niet in de hoofdzinnen. Daar moet je eigenlijk nauwelijks op letten, want dat weet je al. Maar in de bijzinnen mogelijk iets nieuws. Je moet op de bijzinnen letten als je de vernieuwing wil horen. In terzijde zitten er zaken voor wat komen gaat. Zo, dit wordt het tempo. Ga je nou iets nieuws horen? Nou, die kans is klein. Het is uitgezocht. Hoe ervarener het publiek en hoe slimmer, en ik heb jullie hoog, hoe minder je leert. Want je weet het al. Dus we kopen de kans dat we hier pastoraal werk doen van reeds gelovigen. Die kans is groot. Wou toch even checken. Wie is voor het Baartse inkomen? Gewoon er zijn. Ja, nou, dan kan je naar huis. of je krijgt hier bemoedigende argumenten om het vol te houden. Het zal misschien niet meevallen. Is er iemand die grote aarzelingen heeft? Mag ik op u rekenen? Dat u nog een beetje kleur aan de samenleving hebt. Oh, er zit er acht. Steek jij nu ook? Ja. Oh, je bent iets aan wat anders aan het corresponderen. Ga vooral je gang. Ik wou ook een beetje weten wie in de zaal zit. Misschien ben je wel benieuwd. Dat wordt me altijd afgeraden. Dus ik begin met de eenvoudigste vraag. Wie is onder de 50? Ja, oh, dat is nog mooi. Wie is boven de 50? Ja, ik vrees dat dit een afspiegeling is van de samenleving. Vroeger zei je van niet, maar we hebben nog nooit zoveel mensen boven de 50 gehad als tegenwoordig, sinds de Eerste Wereldoorlog. Dus de ouderen zijn in het voordeel, zou je kunnen zeggen, qua aantal. Wat dat voor verkiezingen betekent, weet ik niet. Wie verdient er beneden modaal? Ja, dit is een vraag die mag je normaal... Kijk eens even. Wie verdient er, denkt hij zelf, zo ongeveer modaal? En wie verdient er boven modaal? Ja, dus het is relatief een well-to-do groep, maar gelukkig niet uitsluitend. Dat is hartstikke mooi. Ga je iets nieuws horen? Ik wou aan het einde wou ik een evaluatie doen, dat is contractueel. Ik doe dit als diensten, als we noemen, vriendendienst, zeg ik voor de zekerheid. Ik werk ook voor andere partijen, maar van deze ben ik toevallig lid. Dan vraag je af van welke, maar dat moet je dan maar even uitzoeken. Want daar ga ik niks meer over zeggen, hè? Dat is ook wel kenmerkend voor een PvdA-lid om het zo te formuleren. Mijn hele leven, politieke leven lang. Overigens, bewust politicologie gestudeerd. En wat zo aardig is, ik heb lange tijd voor het VNO-NCW gewerkt. Dus ik weet echt wel hoe ze daar denken. Dus even kijken. We gaan de evaluatie doen. Dat klinkt wat gek, maar ik nam mij voor aan het einde een evaluatie te doen. Contractueel vastgelegd. Maar daar gaan we geen tijd voor hebben. Ik heb enige ervaring. Dus ik stel voor dat we dat vooraf doen. Dan heb ik voldaan aan de contractuele verplichtingen. Daar heb ik je hulp voor nodig. En dat is een oefening uit de toneelschoolwereld. Dat klinkt spannender dan het is, want het is het eerste jaar van de toneelschool. Want toneelspelen gaat om verplaatsen. Verplaatsen in de andere, empathie. He, dus ik zie jongens kijken, mannen. Empathie. Ja. Ik ga zo het woord geven. Ja? Dat is mij verteld, dus ik ga dat doen. Ja, ja. Want daar zit
het publieksgesprek in en dan ga ik naar je toe. Ja? Wel fijn dat je het even zegt hoor, eerlijk is eerlijk. We doen de evaluatie even, we kijken terug. Het is ongeveer 4 uur. Je hebt nog niks gemist, overigens. Allemaal nog een beetje praat, hè? Een beetje sfeer. Welkom in de Burgt, prachtig hè dit. Met dubbeltjes en centen bijeengespaard. En bijna verkwanseld voor wie zich de recente geschiedenis herinnert. Voor je het weet hadden hier appartementen in gezeten. De nieuwe neoliberale oplossing voor alles. Maar we kijken terug. Het is 4 uur. En ik wou even de stemming creëren. Maar de uitgangspunten moeten helder zijn. Fantastische middag. Dus dat is fantastische middag. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja. Er zitten wat mensen van het organisatorisch comité. Ik begrijp echt wel wat je aan het doen bent. Maar dus fantastische middag. Beter dan je vermoeden. Hè? Want je bent ook sceptisch, professional. Je hebt het een en ander meegemaakt. Dus... Maar beter dan je vermoeden. Fantastisch geleid overigens ook. Goeie sprekers. Goeie sprekers. En nou is mijn vraag. Verplaats je. Je kan je er ogen bij dicht doen als je dat helpt. Het is 4 uur. Wat is er nou gebeurd dat je zo enthousiast maakt? Want dat ben je, hè? Je bent echt razend enthousiast. Heb je het? Ja, razend enthousiast. Wat is er dan gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, ik zag jou je hand opsteken. Ik denk dat als er een groep mensen energie erachter zet, en dat het niet alleen om kennis gaat, maar vooral om het overal te verspreiden, zeker nu, toenemende kloof tussen rijk en arm, denk ik dat het moment is om stappen richting basis te komen. Ja, zo kijk je wel terug, want dat is dat net zo gebeurd. En weet je nog wat jou... Voor jullie maakt het misschien niet uit. Dat zei je overigens een man zonder microfoon. Het kan dus wel. Maar wie? Wat herinner je van deze fantastische middag? Want ik was er zelf ook een beetje verbaasd over. Levendige discussie. Levendige discussie. Wat nog meer? Wat gebeurde er vanmiddag? Ik wist niet op gevoel of tegen moest zijn. Nou weet ik het. Ah! Ah ja, iemand die tot kennis is gekomen. Ik hoop niet dat het een evangelisatiebijeenkomst wordt. Dat je... Oh, huppelen naar huis, wat leuk. Ja. Want je hebt nog wel twijfel. Hè? Je zit nog... Oh, oké. Okay. Maar dat huppelen ook, hoop ik. Hè? Ja. Wie? Tegen de stroom, ja, alleen dode vissen zwemmen mee. Hè? Dat is een titel van een memoire. He, dus je moet tegen de stroom, wil je weten of je leeft. Salmen herkennen dit. Wie? Ik zou bijna Gerrit zeggen, maar die zijn we al vergeten. Ja. Oh ja, er kwam ook nog, en dat droeg jij zelf aan bij, herinner ik me. Hè? Want jij zei zelf van een mobilisatieplan zou het volgende moeten bevatten. Weet je nog wat dat was? Anderen nog, jij, je tuint er niet in, hè? Ja. 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 Ik dacht, het is niet alleen. Ja. Ja. Oh ja, ja. Ja, je hoort al, hij is al stemming aan het kweken voor de situatie straks. Wat lief. Het is niet alleen Toelstra, maar ook de Domina Nieuwenhuis. Daar denken we ook aan. Ja. Nou, en wie? Ja, nog Tom. Ja, oké, okay, dus jij zegt, we hebben ook daadwerkelijk conclusies getrokken. Welkom. Ja, ik ga nu niet zeggen dat je niks gemist hebt. Wie? Dat zou beledigend zijn. Ik ga introduceren. En ik introduceer, eens even kijken, een man die 2 boeken heeft geschreven. Vraag hem daarnaar als hij ze niet zelf noemt.
straks, want er is ruimte voor gedachtenwisseling. Ervaringsdeskundig. Dus hij kent de situatie waar wij mogelijk aan refereren. Hij beschikt over, vanuit die ervaring, over anekdotes, zo is mij voorspeld. Het is een aangenaam mens, terwijl hij ook onaangenaam had kunnen zijn. Maar voor ik dat nou doe, kijk ik u nog even aan. Want we hadden gezegd, ik zal u nog even het woord geven. Wil je zeggen wat je graag te berde wil brengen? Mag ik van je vragen daar niet te lang in te zijn? Dat vraag ik in alle eerlijkheid. Ik ga even naar je toe, ogenblikje. Dan haal ik de microfoon jouw kant op. Want je hecht erg aan dit even te delen. He, zo versta ik het, toch? En dan kunnen we daarna ons programma oppakken. Ja? Ik hoop dat iedereen mij kan horen. Ik heb een spraakprobleem. Heb ik van mijn geboorte kijk, af... Kijk, hou hem wel bij je mond. Heb ik van mijn geboorte af gekregen, gratis. En nog een paar beperkingen, nog meer. En vandaar heb ik in 2 jaar geleden, in 2020, een boek geschreven over mijn klote leven. Ja. Gelukkig leef ik nog. En dit ben ik. En hier staat mijn hele beschrijving in. Mag ik het even ophouden, dat mensen even iets van een beeld krijgen? Gelukkig, ik leef nog. Erik Hoogstattenbach. Prachtige naam. Ik hou het even omhoog. Jij wilt er graag aandacht voor, hè? Ik wil er graag aandacht voor. En je had het net over voorbijheid, kapitalisme. Ik en mijn lotgenoten... Speciaal mijn lotgenoten, want ik ben uitgerangeerd. Ja, uitgerangeerd. Ja, ik ben dit jaar 70. Dus met de andere gewoonte mensen, maar mijn 70 tellen niet meer mee voor spekken en bonen. Oké, dus ook de leeftijd helpt niet? Ook de leeftijd. En vroeger heb ik vele verschillende werkzaamheden verricht. Die zitten, daar geef ik aan ja. Jullie. In de levensbeschrijving. Mijn boek en een stuk of 8 of 10 bijlagen. Die ja. Ik zelf geschreven heb. Ja. En dat betekent gewoon, ik kon nergens iets doen van alles wat ik deed. Wat per definitie door de Nederlandse maatschappij verkeerd. Ja. Nou, als en uitgestoten telkens weer. Totaal, ja. En als ik bijvoorbeeld iets briljants doe, dan was het definitie op een fraudeleuze basis. Ja, ja. En, zodra je iets doet, verkeer je al gauw in fraude. Ja, en ik heb een paar keer en naar je politie en naar je justitie gevraagd, doe hier iets aan. Ze zeiden, mogen we het verifiëren? Ik zei, hartstikke goed. Ja. En toen verifiëren ze zei, na 5 minuten, Erik, je hebt het verkeerd. Dus ik kon nergens terecht. Niet bij de instanties, niet bij justitie. Niet bij je ander discriminatiebureau. Ander discriminatiebureau ben ik eind 90 een paar keer in de Enschede geweest. Ja. En was een pillow met zo'n kaaienbouwhoed. En die zei, Erik, hartstikke mooie verhalen. Maar we hebben jammer genoeg geen tijd. En ik had toevallig een pc thuis, dus ik kookte wat. En wat bleek, dat alle discriminatiebureaus had van de regering zo'n zak met geld? Dollar gekregen. Ja. Om het probleem voor vluchtelingen en immigranten en asielzoekers tot een goed einde te brengen. Maar jij paste niet in een van die vakjes? Nee.
Ja, en zodoende... Wat zou je ons mee willen geven ter afronding? Ter afronding. Ik wil op de eerste plaats en te vechten. Ik heb alle 20 jaar voor door hele Nederland zonder subsidie en doen, of donatie. En ik heb vechten gewoon voor geven de mensen. Ja. Van mijn lotgenoten meer waardering, begrip en respect. En daar gaat jouw boek aan bijdragen. Dat ik kost geen ene rode cent. Ja. Mag ik het daarbij afronden? En hoe kunnen mensen het boek krijgen? Hoe kunnen ze dat kopen? Ik behandel, maar als ik veel... Begrijp ik, maar hoe kunnen ze het te pakken krijgen en lezen? Gewoon via mij de mail. Oké, dan ga ik zorgen dat mensen hier weten hoe ze dit boek te pakken kunnen krijgen. En wellicht komt er dan respons. Oké. Zo doen? Okay. Dankjewel. Dat is even kei. Lukt het? Oh, wat lief. Dankjewel. Dankjewel. Vrienden, dankjewel. Ik was in de aankondiging, dat hoorde je. Ik herhaal het even, want Gerard weet nu dat hij er aankomt en dat hij ruimte krijgt van ons en blij zijn dat hij is. Gerard Sangers. Hij zal een inleiding houden, een klein half uur, 20 minuten. En kunnen wij reageren op zijn betoog. Ik verheug me. We hebben je heus wel gezien hoor. Ken je die mensen die zo stil binnenkomen dat je op niks anders meer kunt letten? Ik had zo'n moeder. Wie? Ja, die deed altijd zo onnadrukkelijk dat iedereen het zag. Gerard Sangers, mag ik jou naar voren vragen? Ik ga mij verheugen op jouw betoog. En het is voor het eerst dat we elkaar ontmoeten, dus dat is een extra reden. Gerard. Ik zeg er van tevoren bij, we kennen elkaar niet. Hoe kan je nou weten dat ik een leuke man ben? Oh, dat is jou verteld. Oh jee. Ik zou graag voor die meneer de spreker nog een extra applaus willen. Want ik vind het wel heel knap dat u voor zo'n grote zaal toch het woord durft te nemen. En een heleboel mensen durven het woord niet te nemen. En ik ga nu wel het woord nemen. En... Alexander de Roo, die denkt, oh gut, het is grote lettertype. Dus het lijkt meer dan dat het is. Ik ben dit niet gewend, dat zeg ik er even eerlijk bij. Dus als ik zo meteen begin te hakkelen en te stoten en weet ik wat allemaal, dan weet u hoe het komt. Laten we beginnen met geachte aanwezige boeren, burgers en buitenlui. Ik ga me nog niet aan u voorstellen, dit om directe vooroordelen te voorkomen. Wel kan ik u zeggen dat ik één stemmetje ben van de zwijgende meerderheid. Zullen we eens beginnen met enige beweging? Gaat u aan eens staan? En dat is nog niet bedoeld als staande ovatie, dat komt zo meteen aan het einde wel. Vraag 1 is, wilt iedereen die niet weet wat de participatiewet inhoudt, gaan zitten? Dus u weet niet van de decentralisatie in 2015. U weet niet wat Den Haag op het bureau van de gemeentes heeft neergelegd. Dat weet u niet. Vraag 2. Wilt iedereen die praktisch opgeleid is, gaan zitten? Dus de pakketbezorger, de schoonmaakster, de thuiszorgmedewerkster, de automonteur, de bouwvakker, die mogen allemaal gaan zitten. Praktisch opgeleid, hè?
Stella, jij bent praktisch opgeleid. Jij bent verkoopster geweest. Oké. Nou, dat wordt nog wat. Wilt iedereen die levenservaring heeft, oftewel ervaringsdeskundige is, met armoede, schulden, bijstand, dak- en thuisloos gaan zitten? Dus eventueel, even voor de duidelijkheid, dus als u professional bent in bijvoorbeeld schuldsanering, noem alles maar op, maar u heeft zelf nooit in de schulden gezeten, dan blijft u staan. Oké. Dus even voor de beeldvorming. U mag weer gaan zitten trouwens. Ja, allemaal mogen gaan zitten. Dus even voor de beeldvorming. Iedereen die net bleef staan, weet wel van de participatiewet, is theoretisch opgeleid, maar spreekt niet uit eigen ervaring. Nee, anders dan ga ik door mijn protocol heen. Dus, alweer voor de beeldvorming. Even kijken waar ik ben gebleven. Ja. Ik ga me nu aan u voorstellen. Mijn naam is Gerard Sangers. 65 jaar jong. Nou, dat zou je niet zeggen. Vanaf 2013 bijstandsgerechtigde met een IAOW-uitkering. En ik val dus onder de participatiewet. Na 40 arbeidszame jaren kom je terecht in een onbekende, onwerkelijke, onzinnige wereld die de maatschappij bijstandsgerechtigde noemt. Met andere woorden, profiteur, labbekakker, bankzitter, te lui om te werken. Het is misschien even schrikken, een grijze man, keurig in het pak, vorige week nog bij de kapper geweest. En dat past totaal niet in het beeld wat de maatschappij denkt over de bijstand. En misschien waarschijnlijk u ook niet. Zijn er onder u aanwezigen die ook of nu of in het verleden met de participatiewet te maken gehad hebben? Eén, twee, drie. Nee, wacht even. 1, 2, 3, 4. Nee, participatiewet, hè? Bijstand. Dus voor 2015 was alles veel makkelijker. Beeldvorming. Bijstand. Armoede. Geldproblemen. Zelfs dak- en thuislozen kan je niet meer zien. Dat moet je hebben ervaren. Dat heb je moeten voelen. We hebben dan ook, denk ik, direct het probleem te pakken. De kloof. Ze luisteren niet. De meerderheid van u bleef net staan. Dus u praat over de participatiewet, u praat over armoede, u praat over schulden, u praat over dakloosheid, terwijl u helemaal niet weet wat het is. Toch? Vanuit mijn leefwereld, vanuit mijn ervaringsdeskundigheid, heb ik nu twee boeken geschreven. De eerste met als titel Met dank door mijn overheid bij de voedselbank. En de tweede met als titel De mening van ... een uitkeringstrekker. Deze twee, 600 bladzijden. Ik ga geen 600 bladzijden voorlezen, hoor. Maar ik zou even de achterkaft voorlezen. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2020 sprak koning Willem-Alexander in zijn toespraak de volgende zin.
niet normaal gaan vinden wat niet normaal is. Mijn ervaring als bijstandsgerechtigde in de uitvoering van de participatiewet werk en inkomen kan ik niet omschrijven als normaal. Er zijn vele verhalen bekend over verplicht papierprikken in een schone straat, onzinnige reïntegratietrajecten, verplichte sollicitatiecursussen, werken zonder loon, tandenborstelcontrole, terugvordering van 10.000 euro's, intimidatie en dreiging. In dit boek, mijn verhalen, ik was erbij. Ik speelde de hoofdrol. Het opschrijven was bedoeld om het van me af te schrijven en niet om het te publiceren. Toch de angst klokkenluider te zijn. Maar de angst is omgezet in een levensdoel om anders denken in gang te zetten. Ik leg deze twee boeken hier neer. Maar ik moet u wel waarschuwen. Water. Oh, ja, daar heb ik aan gedacht. Ik zou zo even uitleggen dat ik een kunstgebit heb. Twee boeken, maar met een waarschuwing. Deze twee boeken blijken in de systeemwereld, in het sociaal domein, verboden te zijn. Volgens mij hebben we in Nederland maar één verboden boek. Er zijn er dus twee bijgekomen. U zult denken, nou meneer Gerard, niet overdrijven, hè? Nou nee, in het begin, in mei is het eerste boek uitgekomen, in het begin ging de verkoop met tientallen honderden tegelijk. Maar nu staat de verkoop helemaal stil. De enige verklaring die ik hiervoor kan geven, deze praktijkverhalen tasten de verdienmodellen aan in het sociaal domein. De bullshit jobs. En, zoals ook in het boek staat, de oplossing, het basisinkomen als alternatief voor het uitkeringencircus en de toeslagen ellende. Ja, dat zou wel eens 10.000, misschien wel 100.000 goed betaalde banen kunnen gaan kosten. Dus u bent gewaarschuwd, gevaarlijke lectuur. Als u denkt, hier staat een boekverkoper op het toneel, nou nee. De praktijk van de theorie is dat iedere euro opbrengst van mijn boeken van mijn uitkering afgaan. En om het nog gekker te maken, de opbrengsten gaan van mijn uitkering af, maar ik mag mijn kosten niet in rekening brengen. Een van de vele kleine mini voorbeelden van de onzinnige regelgeving van de participatiewet. Stella de Zwart, daar zit ze, heeft ook een boek geschreven. Het boek Armoede krijg je gratis. Stella, leg jij de jouwe daar eens bij? Heb je hem bij je? Ik zou heel graag een applausje willen voor Stella. Want het is werkelijk van grote klasse als jij van rijkdom als jij durft te schrijven, te delen, dat je van rijkdom bij de voedselbank bent terechtgekomen. Dat durven heel veel mensen durven dat niet. Hier liggen nu drie boeken. De praktijk van de theorie. Dan kunt u al die dure rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau, van de Ombudsman, van de LCR, van Divosa, van Movisie, van alle theoretische, academisch verantwoorde rapporten, die kunnen in die onderste laag gewoon blijven liggen. Hopen dat de la nog dicht kan, want er zijn meters rapporten over geschreven. De praktijk van de theorie. Werken,
parttime werken en een uitkering brengt uitkeringsgerechtigden financieel in de problemen. 60% gaat er netto op achteruit. En dit terwijl we een hele reïntegratie-industrie hebben opgetuigd. Het vermoeden van fraude is voldoende, het vermoeden, hè? Het vermoeden van fraude is al voldoende om in een juridisch slangenkuil terecht te komen. Immers, een bijstandsgerechtigde moet zelf bewijzen dat hij niet fraudeert. Terwijl wij bij meneer Tachy miljoenen aan proceskosten besteden om aan het bewijs te komen. De participatiewet, het hele circus is een miljardenindustrie geworden. Werken met behoud van uitkering, proefplaatsing, social return, doelgroepregister en, deze vind ik helemaal ernstig, verplicht, en verstreept onderzetten, verplicht vrijwilligerswerk. De kostendelersnorm, de vermogenstoets, de inlichtingenplicht, de toeslagenwet, gekoppeld aan de participatiewet, stort mensen in het financiële en juridische ravijn. Ervaringsdeskundigheid, de praktijk van de theorie, die wordt door de systeemwereld buiten de deur gehouden. Hè, Stella? Daar weten wij alles van. Want daar geldt wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Als u durft, u kunt het allemaal lezen in Te gek voor woorden. En als u daar org achter zet, dan heeft u gelijk mijn website te pakken. Hoofdstuk 5 van het eerste boek. Een kunstgebit van 50.000 euro. Ik heb waarschijnlijk, vandaar dat ik steeds een slokje water moet nemen, ik heb waarschijnlijk het duurste kunstgebit van Nederland. Wanneer ik met mijn kinderen een keertje uitgenodigd word voor McDonald's, dan moet ik mes en vork meenemen. Over het eerste boek, waar de halve wereld, nou ja, iets overdreven, zo'n stukje van de wereld geschrokken is. Er zijn een aantal reviews. Ik lees er maar 3 voor, hoor. Er zijn er wel een stuk of 40 die er geplaatst zijn. Inzichtgevend boek over overheidsregeldoolhof. Wie meer wil weten over datgene waar iemand tegenaan loopt, maar als hij leeft van de bijstand, moet dit boek lezen. Op deze manier wordt vanuit persoonlijke ervaring beschreven hoe bestaande regelgeving het leven van deze mensen moeilijk maakt en soms tegenwerkt. Voor mij als huisarts geeft het een waardevol inzicht in de levens van een deel van mijn patiëntenpopulatie. Ik neem mij voor nu nog meer begrip te tonen voor de moeilijkheden door doolhof aan de regels waarmee deze medeburgers, dus ook mijn patiënten, te maken hebben. Ook een heel moedig boek. Wie durft te schrijven over zijn leven uit de bijstand heeft lef en ongetwijfeld moest hij hordes overwinnen. Ik wens dit boek in handen van beleidsmakers bij de overheid en de hoop dat het mag bijdragen aan wetgeving die sociaal en rechtvaardig is. Daar zullen wij allen bij welvaren. Nu, na alle ervaringen met de toeslagenaffaire, lijkt dit boek op het juiste moment geschreven. Dank Gerard Edward Groeneboom, mijn huisarts. Vinger op de zere plek. Als bestuurder van vakbond FNV, uitkeringsgerechtigden, hoor ik maar al te vaak, helaas, de voorbeelden hoe mensen kapot gemaakt worden door de strenge en onrechtvaardige systeem van de bijstand, zoals we hem nu kennen. Uitkeringsgerechtigden worden gezien als mogelijke fraudeurs en bankplakkers. Terwijl overduidelijk is dat er voor heel veel mensen gewoon geen plek is op de arbeidsmarkt. Niet hoogopgeleid, jong, energiek, waar zijn we gebleven? Voor die mensen is er geen plek op die arbeidsmarkt. Maar
Toch moeten ze klaargestoomd worden in zinloze trajecten en zinloze cursussen. Gerard heeft dit boek en de zinloosheid en de absurditeit ervan mooi verwoord in zijn boek. Duidelijke taal en met humor. Dus u had wel gelijk. Eindelijk een boek vanuit het perspectief van een uitkeringsgerechtigde zelf. Het zet hopelijk een hoop mensen aan het denken en laten we hopen dat deze wet snel de prullenbak ingaat, belandt met al zijn uitwassen die erbij horen. Dank Gerard voor dit waardevolle boek. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Hoeveel heb ik nog? Ik zit 10 jaar in de bijstand. Hoeveel heb je nodig? Wij hebben nodig, Stella, een basisinkomen. Nee, nee, nee. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Nog even een slokje. 50 mil en een slokje. Oh, dan heb ik mijn kunstgebied weer terug. Dan gaan we nog kug ook. Nee. Ik heb een spreektijd van 15 minuten. Officieel. U begrijpt dat 10 jaar ervaring niet in 5 minuten is samen te vatten. De ruim 600 bladzijden, 2 boeken, hè, kan ik in 1 zin omschrijven. Niet normaal gaan vinden wat niet normaal is. Ons uitkeringencircus en toeslagen ellende is niet normaal. De oplossing is niet de minister van armoede. De oplossing zijn niet de 600 organisaties en gemeenten die zich bezighouden met armoedebestrijding. De oplossing is niet de voedselbank. De oplossing is niet de honderden regelingen die arme mensen zouden moeten helpen. De oplossing is niet de formulieren en loketjespolonaise van 342 gemeentes die op hun eigen wijze de participatiewet dienen uit te voeren. De oplossing is een totale systeemwijziging in het uitkeringencircus en toeslagen ellende. De oplossing is de eerste stap naar een vorm van basisinkomen. De cijferaars onder ons kunnen niet tot een andere conclusie komen dat het de maatschappij geld gaat opleveren. Geld gaat opleveren door minder uitgaven in het controlesysteem. Geld gaat opleveren in het hokjesdenken, de schuldenindustrie, de zorgkosten, de reïntegratieindustrie, de verdienmodellen in het sociaal domein en nog belangrijker, mensen bevrijden uit de gevangenis die uitkering heet. Het zou kunnen zijn dat het basisinkomen misschien wel eens 10.000, misschien wel 100.000 bullshitbanen gaat kosten. Nou en? We hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het ook heel veel banen opleveren. Want een basisinkomen maakt werken lonend, ook voor een uitkeringstrekker. Dank. Als ik vanavond thuis kom, gaat mijn pak weer in de kast. Een uitkeringstrekker met een pak aan, het is geen gezicht. Ik heb Gerard gevraagd nog heel even te blijven. Hoewel hij nu wel op zijn hoogtepunt is, hè, dat moeten we ook zien. Maar ik wil hem vragen te reageren kort op opmerkingen uit de zaal. Dus we gaan niet 1 op 1 vragen stellen, maar wel opmerkingen, kanttekeningen, vragen, waardoor hij een kleine nabrander kan geven op de reactie. Dan hoort hij een beetje meer dan het applaus, want dat is
misschien traditioneel, maar hij wil misschien graag horen, wat denkt u nou, wat roept u nou? En we maken er een boeketje van. Roep het eens, ga staan, als je wil. Akkoord. Hoeveel jaar bent u kwaad? Niet reageren nog, Gerard. Hoeveel jaar bent u kwaad? Andere opmerking, kanttekening, vraag. Is armoede een keuze? Vraagteken. U... Dus daar komt een reactie op, je hebt dat verstaan, hè? Nee, mensen zoals ik worden buitengesloten. Lisbeth, denk ik, ja. Zijn er ook voordelen voor mensen die niet aan de armoede kant zitten? Niet alleen. Oh ja. Ja. Lisbeth zegt, hebben wij er ook nog iets aan? Leuk, hè? Toch een mooie vraag. Want dan krijg je steun. Sorry. Is er een aanvulling uit die andere hoek te geven? Kijk, ja, heel fijn dat je dat doet. Ja. Ja. Ja, mooi. Mooi. Hè? Eerst excuses en daarna ook het positieve motief. Ja, ik wil dat ook graag even doen. Ik was lid van een partij die hier aan mee heeft gewerkt. En ik ben nog steeds lid van die partij en sommigen van u ook. Hè? Rutte 2. We gaan naar de volgende. Wie gaat naar de volgende? Wil je eens reageren? Wat komt er? Stella, die is ook ervaringsdeskundige, die wil ook wat weten. Goedendag allemaal. Mijn vraag eigenlijk is aan Gerard. Er zijn twee boeken. Gerard schrijft eigenlijk altijd heel erg veel en hele goede dingen op LinkedIn. En wat mij vaak verbaast is dat er heel veel mensen of heel pissig worden, maar nooit opbouwend reageren. En mijn vraag aan jullie is van, Gerard heeft twee boeken geschreven. En wat zou jullie reden zijn waarom mensen eigenlijk niet die verandering maken binnen het beleid? En dat is een van de vragen. Wat is jullie verklaring? Ja, eigenlijk wat zou jullie verklaring zijn in dit geval van dat er twee boeken zijn? Nou ja, ik heb mijn eigen boek geschreven. Ik heb een totaal ander boek geschreven dan Gerard. Maar wat zou de verklaring zijn dat er niet, dat die brug niet gemaakt kan worden tussen de leefwereld en tussen de systeemwereld? Dat houdt mij, en als wij elkaar aan de telefoon hebben, houdt het ons heel erg bezig van, we hebben nu minister Schouten en zij doet op haar manier haar werk heel erg goed, maar hoe kan die brug nog beter gemaakt worden? Of hoe, hè, dat basisinkomen, dat is natuurlijk, hartstikke goed dat dat er zou moeten komen. Dat is best ingewikkeld, maar wat zou er nu er nog geen basisinkomen? Dus het zijn heel veel vragen die ik eigenlijk heb. Ik wil het niet door de tijddruk laten domineren, maar ongevoelig daarvoor ben ik niet. Ja. Meneer is niet gevoelig voor tijdsdruk. Daar komt het op. Probeer dat niet te zijn. Oh, meneer, probeer dat niet te zijn. Vraag 1. Ja. Ja, maar ik heb niet zo goed geheugen. Hè? Ik ben 65. Ja, nou, ik ook. Oké, samen. In principe, wat die meneer zegt, ons uitkeringensysteem, en dat weet u waarschijnlijk als geen anders, en dat heeft te maken met en de participatiewet en het UWV. Wij mensen worden in hokjes gedeeld. En als jij precies in dat hokje past, dan gaat het meestal redelijk goed. Maar als jij eigenlijk in twee hokjes zou moeten kunnen, dan hebben we een probleem, want dan slaat het hele systeem op tilt. Dus een basisinkomen en of je nu zoals ik uitkeringstrekker ben, rotwoord, maakt niet uit, maar ik doe het zelf.
of je bent gehandicapt, of noem maar op, laten we nou eens af van die hokjes. Laten we nou eens mensen die gebruik moeten maken van een uitkering, door welke omstandigheden ook, één soort. Eenvoudig. Geen 342 gemeentes, dank u wel. Vraag 2. Nou, de andere was bijvoorbeeld, kun je naar die positieve kant kijken van na de excuses? Dat was eigenlijk de eerste vraag. Hè, van ja, nou, ik heb, hoor het, het werd eerlijk erkend door u dat de PvdA mee de zorgdrager is van de participatiewet. Ik heb mevrouw Kleinsma persoonlijk mijn boek aangeboden. Ja. Tot heden geen reactie. En dat is minstens een jaar geleden. Ja. En naar Liesbeth bijvoorbeeld, want je kunt niet heel uitgebreid. Maar Liesbeth zei, kun je ook argumenten geven voor anderen buiten die participatiewet, zoals de meeste van ons, om deze kant nu op te gaan? Zijn er andere motieven nog in aanvulling te bedenken? Heb je die misschien? Nou, ik denk het belangrijkste motief is wat ik misschien net ook zei. Ons uitkeringensysteem is een gevangenis. En eenmaal, tenminste zelf moeten ervaren, als je eenmaal in die bijstand zit, ja. U kunt alles lezen. Ik ben door de vorige crisis in de bijstand terechtgekomen. En ik kon solliciteren dat ik brugman was. Nee, dat is wat anders, maar dat maakt niet uit. Ik was 55. Nou, dat kon je wel vergeten. Dus ik denk, nou, oké, dan gaan we modern doen, hè. Dan gaan we maar 0-uren contracten nemen, want ik wilde werken. Ja. Dank u. Daardoor zeer ben ik onverstandig, hè? Heel onverstandig. Want daardoor ben ik bij de voedselbank terechtgekomen. Omdat ik netto minder overhield. Netto hield ik meer over door niet te werken dan door wel te werken. Nou, dat vind ik zo... Je hoort je eigenlijk zeggen, voor de anderen betekent het meer mensen die mee kunnen doen aan een krappe arbeidsmarkt. Zeker weten. Er zijn 1 miljoen mensen, ruim 400.000 bijstandsgerechtigden. Maar tellen we alles erbij op van gehandicapten, waarjongers, noem alles maar op. Dan komen we aan 1 miljoen. Vreemd dat ondernemers dan niet en blok voor zijn. Nee, tuurlijk niet. Ik ben zelf ondernemer geweest. Hè? Ik ben supermarktmanager geweest. In ondernemersland gaat het om productie. Snelheid, opschieten. Dan stoot je dus uit. Dat is nou eenmaal de praktijk. Maar het kapitalisme? Maar het zou wel kunnen zijn dat iemand die 1 dag kan werken of 2 dagen kan werken, naast zijn uitkering, naast zijn basisinkomen, geweldig. Ja. Dus dat basisinkomen maakt mensen flexibel en ja, dat zou gunstig zijn. Ja. En het geeft waardigheid ook terug. Want als je een uitkering hebt, heb je je waardigheid. Ja, ik ga even snel herhalen. Het geeft waardigheid terug. Ik sta hier niet voor niks met mijn pak. Nee, want dat is een vreugde. Het is toch vreugdevol dat je bij kunt dragen. Dat doe je nu. Ja. Het klinkt ruwer dan ik het bedoel, maar ik wil jullie bedanken. En ik voorspel op korte termijn zo zuiver dat ik zelf onder de indruk ben. Er komt een applaus. De man van het geluid denkt, pak die microfoon, maar er is er maar één. Hè? Daar zal ik niet over klagen. Huub Brouwer is een filosoof. Hij promoveert bij iemand die ik ken, daarom zeg ik dat. Sorry? Dat is beledigend, zeg. We krijgen te spreken dokter Huub Brouwer, Tilburg. En het aardige is, we zijn van de ervaringsdeskundigheid van de barre praktijk te gaan naar veel meer naar... Wat is eigenlijk de historische en filosofische achtergrond waarover we met elkaar praten? Ik vind dat een mooie ten opzichte van elkaar stelling. Ik hoop dat u dit deelt. Ik heb zijn column, want dat wordt het enigszins, gelezen. Ik verheug mij vreugde en ook een beetje verbazing over hoe lang wij al over dit onderwerp praten en met welke aannames we dat telkens lijken te doen. Huub Brouwer. Bedankt, Harry. Ik ga de microfoon even losmaken, want dat lijkt me toch makkelijker. Dan kunnen we hem straks ook gewoon aan elkaar doorgeven.
Bedankt. Goedemiddag allemaal. Er komt nu een veel theoretischer verhaal dan het praktijkverhaal wat we net gehoord hebben. En ik moet zeggen dat ik er erg van onder de indruk was. Heel erg blij dat hier zo gedeeld mag worden. Mijn column begint met een filosoof. Met een Britse filosoof, Bertrand Russell. En Bertrand Russell die publiceerde in 1932 een essay met de titel In Praise of Idleness. Dat jaar was het hoogtepunt van de grote depressie in Groot-Brittannië en 20% van de bevolking was werkloos. Russell begon het essay met de opmerking: ik geloof dat er veel te veel werk wordt gedaan in de wereld en dat er enorme schade veroorzaakt wordt door het geloof dat werk deugdzaam is. Dat is nogal wat om te schrijven midden in een crisis waarin miljoenen van je landgenoten werkloos zijn. Jazeker. Embrace of Idleness is de titel. Verderop in het essay doet Russell zijn visie voor de toekomst uit de doeken. En hij schrijft, en ik citeer: de weg naar geluk en welvaart ligt in de georganiseerde vermindering van werk. Die georganiseerde vermindering van werk moest volgens Russell gerealiseerd worden door een basisinkomen. Dus Russell was al voorstander van een basisinkomen in 1932. Het essay van Russell is 90 jaar na publicatie nog steeds de moeite waard. Ik denk dat het een waardevolle perspectief kan bieden op deze middag die gewijd is aan het basisinkomen. En hoewel ik het liefst hier het hele essay zou gaan voorlezen, heb ik daar niet de tijd voor. Maar ik raad u aan om dat thuis te doen. Ik zal hier in deze column 3 citaten uit het essay bespreken, omdat ik denk dat ze mooie, misschien wel inspirerende perspectieven bieden op het basisinkomen vanmiddag. Citaat 1. Het idee dat arme mensen vrije tijd zouden moeten hebben is altijd schokkend geweest voor de rijken. Vlak na dit citaat legt Russell uit dat de rijken er in Engeland van overtuigd waren dat arme mensen aan de drank zouden gaan en de openbare orde zouden verstoren als ze meer vrije tijd zouden krijgen. Russell memoreert een gravin die hij hoorde zeggen: wat zouden arme mensen moeten doen met vakantie? Ze moeten werken. Ik denk dat deze gedachte 90 jaar na publicatie van Russell's essay nog steeds leeft. Arbeid adelt. Je moet het verdienen om vrije tijd te hebben. Die gedachte zien we bijvoorbeeld, en we hebben het net gehoord, verankerd in het bijstandsbeleid. Bijvoorbeeld in de stad waar ik woon, Rotterdam. Daar moet een groot deel van de bijstandsgerechtigden, 20.000 van de 35.000, voor een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren. Die kan onder meer bestaan uit het prikken van afval op straat, het verplicht doen van vrijwilligerswerk, werken aan een betere taalbeheersing, werken aan gezondheid. Ook moeten bijstandsgerechtigden het bij de gemeente melden als ze met vakantie willen gaan en mogen ze maximaal 28 dagen per jaar in het buitenland verblijven. Ik vind dit stigmatisering van armoede en denk dat een van de grote voordelen van een basisinkomen zou zijn dat er een einde zou komen aan deze bijstand met tegenprestatie. Tegelijkertijd, en ik denk dat dat interessant is aan het essay, ziet Russell scherp dat rijke mensen deze ideeën over hoe arbeid adelt en hoe je vrije tijd zou moeten verdienen niet op zichzelf toepassen. In zijn tijd was het gebruikelijk in de Britse bovenklasse dat mensen niet werkten, maar leefden van het inkomen van de landerijen die ze erfden. Die rijken konden kennelijk wel omgaan met vakantie, met hun royaal geërfde kapitaal en het daaruit voortvloeiende inkomen. Hier denk ik dat er weer een parallel te trekken valt met het Nederland van nu. Hoogleraar Paul de Beer schat dat 40% van de Nederlandse vermogensongelijkheid inmiddels is toe te schrijven aan overerving. In tegenstelling tot wat veel Nederlanders denken, behoort vermogensongelijkheid in Nederland inmiddels tot de absolute wereldtop. Daar wil ik bij vermelden, want dat wordt soms gezegd, dat in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld Annemarie van Gaal in de Telegraaf schreef vorig weekend, pensioenen zijn niet de grote gelijkmaker. Laagopgeleiden hebben 3 keer minder pensioenvermogen opgebouwd dan hoogopgeleiden. Ik maak me er grote zorgen over dat die 40% vermogensongelijkheid die toe te schrijven is aan overerving,
de komende jaren gaat stijgen als we het belastingssysteem niet hervormen. Op die manier krijgen we geen basisinkomen, maar wel een basiskapitaal voor rijke mensen. In het afgelopen zomer gepubliceerde interdepartementaal beleidsonderzoek met de titel Licht uit, spot aan, de vermogensverdeling, dat is geschreven onder het voorzitterschap van Laura van Geest, wordt mooi in kaart gebracht hoe rijken in Nederland een uitgebreid keuzemenu hebben om erfbelasting te vermijden. Zoals de baby-BV, de rollatorinvestering, oneigenlijk gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling en de jaarlijkse schenking op papier aan kinderen en kleinkinderen. De mogelijkheden voor overerving beperken zou wat mij betreft een topprioriteit moeten zijn voor de PvdA en voor GroenLinks. En eigenlijk zou de VVD hierin mee moeten gaan. Want rijk worden door overerving past niet bij het liberale gedachtegoed. 19e eeuwse liberalen schreven dat ook. Die waren voor een hele hoge erfbelasting. Terug naar Bertrand Russell voor citaat 2, wat gaat over een spijkerfabriek. Hij schrijft, stel je voor dat er op een gegeven moment wat mensen betrokken zijn bij de productie van spijkers. Ze maken evenveel spijkers als de wereld nodig heeft en werken allemaal 8 uur per week. Iemand doet een uitvinding waarmee hetzelfde aantal mensen 2 keer zoveel spijkers kan maken. In een verstandige wereld zal iedereen die zich bezighoudt met de productie van spijkers 4 uur gaan werken in plaats van 8. Maar in de echte wereld zou dit worden gezien als demoraliserend. De mensen die spijkers maken zullen 8 uur blijven werken. Er zullen te veel spijkers worden gemaakt. Sommige werkgevers zullen failliet gaan. En sommige mensen zullen werkloos worden. Waarom vind ik dit spijkervoorbeeld moeite waard om met jullie te bespreken? Het voorbeeld gaat over de vraag hoe automatisering effect kan hebben op werkgelegenheid. Als ik de recente economische literatuur mag geloven, gaat dit effect behoorlijk zijn. Dus Oxford-onderzoekers Carl Frey en Michael Osborne voorspelden in 2013 dat 47% van de banen in de Verenigde Staten geautomatiseerd zal worden in de komende 2 decennia. Het basisinkomen zou een mooi vangnet kunnen bieden tegen de technologische werkloosheid die als gevolg hiervan zal ontstaan. Natuurlijk, het einde van werk wordt al voorspeld sinds wevers in de vroege 19e eeuw in Groot-Brittannië gemechaniseerde weefgetouwen kapot sloegen uit angst om hun baan te verliezen. En hoewel er toen behoorlijke tijdelijke technologische werkloosheid ontstond, kwamen er telkens weer nieuwe banen. Veruit de meeste mensen in Nederland hebben banen die nog niet bestonden in 1940. Dus misschien is de angst die we hebben voor de werkloosheidseffecten van automatisering niet meer dan het falen van ons voorstellingsvermogen. Ik durf het te betwijfelen en met mij steeds meer economen. Onder meer de econoom David Alter van MIT, die heel lang dacht het loopt zo'n vaart niet. En nu toch schrijft, ik begin toch een beetje te vrezen voor structurele technologische werkloosheid. En dat komt mede door de opkomst van artificiële intelligentie. Voor mij kwamen de mogelijkheden van automatisering pas echt dichtbij toen ik ChatGPT, een AI-chatbot, een keer vroeg om een tekst te schrijven over filosofie. En toen dacht ik, nou, ik had deze column misschien ook door de chatbot kunnen laten schrijven. Onvoorstelbaar. Het lijkt misschien nu niet zo makkelijk voor te stellen dat er een ontzettend krappe arbeidsmarkt zal ontstaan waarin werkgevers ontzettend ruime, automatiseringseffecten. Het lijkt een beetje gek met zo'n krappe arbeidsmarkt zoals we nu hebben. Maar ik heb het over de middellange termijn. Banen delen, zoals Russell voor ogen had, biedt, als je het hebt over automatisering, maar een gedeeltelijke oplossing. Want er zullen banen zijn die volledig verdwijnen en die zijn niet te delen. Een basisinkomen biedt in dat geval dus ook uitkomst. Ik wil nog 1 keer terug naar Russell's essay met een 3e citaat. Hij stelt voor dat mensen maximaal 4 uur per week, 4 uur per dag zouden moeten werken. Dan zal er volgens Russell, en hier komt het 3e citaat, blijdschap en levensvreugde zijn. Het werk dat gedaan zal worden zal genoeg zijn om vrije tijd geweldig te maken, maar niet genoeg om uitputting te veroorzaken. Omdat mensen niet vermoeid zullen zijn in hun vrije tijd, zullen ze niet langer uitsluitend vragen om amusement dat passief en leeg is.
Russell was ook wel een beetje een snop. Nou, als de druk om te werken minder wordt, zullen we vrijer zijn om ook van onze vrije tijd te genieten. Vrije tijd wordt voor veel mensen tot een moment om op te laden in onze kapitalistische samenleving. Leven om te werken. Op dit gebied lijken we het eigenlijk best wel goed te doen in Nederland, als je kort naar de statistieken kijkt. We zijn kampioen parttime werken in de wereld. Toch zijn er wel problemen als je langer naar de statistieken kijkt. De arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen is bijvoorbeeld in Nederland heel ongelijk. Ongeveer 75% van de mannen werkt voltijd. Bij vrouwen is dit 25%. Dat zorgt ervoor dat de economische zelfstandigheid van vrouwen achterblijft bij die van mannen. Een basisinkomen kan helpen om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten en zal hopelijk ook mannen over de streep trekken om hun arbeidsparticipatie te verlagen en wat meer zorgtaken op zich te nemen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat lange werktijden helemaal niet effectief zijn. Dus mensen die 8 uur per dag werken, spenderen uren aan het lezen van nieuws, browsen door sociale media, kletsen met collega's. Ik heb het hier over kantoorbanen, waar dit onderzoek naar is gedaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er andere banen zijn waarvoor dit niet geldt. Maar ondertussen zijn ze dan wel op werk. Ik denk dat een basisinkomen zou kunnen helpen om te komen tot een kortere werkweek. En dan blijft er meer tijd over voor andere waardevolle activiteiten, zoals het uitvoeren van zorgtaken en het deelnemen in democratische processen. En daar hebben we wat mij betreft grote behoefte aan. Een vaak gehoorde... Moet ik er ook mee op? Oh nee. En een vaak gehoorde tegenwerping op dit punt gaat als volgt. En wat nu als belangrijk werk straks niet meer gedaan wordt, als we geen personeel meer kunnen vinden om het vuilnis op te halen, om schoon te maken, mensen te bedienen in cafés en restaurants, komt de samenleving dan niet tot stilstand? En mijn reactie daarop is, als het zo is dat de introductie van een basisinkomen zou leiden tot krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde beroepen, dan zou ik zeggen, goed zo. Dat betekent dat de banen waarvoor we geen personeel meer kunnen vinden niet plezierig genoeg zijn. Als werkgevers dan toch personeel willen krijgen, zullen ze die banen aangenamer moeten maken en of meer moeten betalen. Daarmee kan een basisinkomen denk ik ook in het belang zijn van de vakbeweging en voel ik me minder alsof ik in deze prachtige zaal vloek in de kerk. Dank voor uw aandacht. Staan. Waar vind je nog een spreker die zich aan de tijd houdt en zo boeiend is? Dus dank je wel. Een voorbeeldige spreker. En oh, wat fijn dat. En een voorbeeldige geluidstechnicus. Ik wou eigenlijk vragen om waardering te uiten. Want je hebt geapplaudisseerd, maar wat vond je mooi? Zullen we daar eens mee beginnen? Wat vond je mooi aan dit betoog? Wie wil daarmee beginnen? Wat vond je mooi? Voor sommigen, voor velen, ja. Nou, de spreker is aan het knikken, dat is geen Parkinson. Dus ik denk dat hij het met je eens gaat worden. Ja, ja ik ben een Rotterdammer. Ja, die helemaal, ja. Die helemaal naar Tilburg gaat om daar les te geven. Ja, precies. Ja, ja. Dus, wat is je reactie? Want misschien is dat eigenlijk... Is het ja, goed verstaan, vind jij? Ben je goed verstaan? Ja. Ja, zeker. En dit is dus, hier wordt onder meer in Tilburg onderzoek naar gedaan. Dus ze hebben in een verzorgingshuis in Tilburg onderzoek gedaan naar een 6 uur werk op een dag. Ja. En dat werkte dus ontzettend goed. Dus er was veel minder burn-out en ziekteverzuim. Mensen waren veel gelukkiger.
Ik denk dat dat echt goed langer werk is niet altijd productiever zijn. Ander nog, waarderende opmerking. Daar gaat de hand omhoog. Er zijn 4 handen die nu om de 5, 6 handen. Ga je gang. Ja. U bent een dondersteen, maar ga door. Ja. Is er een koppeling of is die helemaal los? Hè? Dat is jouw vraag. Ja, ja. Niet voorzeggen. Is de achterliggende gedachte bij de vraag dat een basisinkomen dan arbeidsparticipatie zou moeten bevorderen of zoiets dergelijks? Of? Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, dus... Het is saai, maar hij is met u eens. Ik heb een studentenpaper geschreven dat heet... Why couch potatoes should be fed. dus... Ja, ga je gang. Ik ga het herhalen, hou het kort. Ja. 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 Waardering voor het citeren van Lord Bertrand Russell. Lord Bertrand Russell. Die de zaken omkerend en een nieuw perspectief opent. Dat nou eens niet instrumenteel en nuttigheid voorop zet. Anderen nog? Er gingen handen omhoog. Ja, staat erbij op, dan kan je het woord nemen. Erfenisrecht. Ja. Ja. Waarderende opmerking met een vraag daar aan het eind. Nou ja, de bedrijfsopvolgingsregeling, daar wordt dus op grote schaal een misbruik van gemaakt om erfbelasting te vermijden. Dus die heeft een vrijstelling van volgens mij 1,3 miljoen inmiddels. En mensen brengen dus hun vermogen onder in zo'n BV, maar dan is het helemaal geen actieve onderneming. Ja. En dan wordt dat geërfd door hun nazaten. Een constructie, hè? Het is een constructie. En het CPB heeft al heel veel gezegd dat dat deze vrijstelling van 1,3 miljoen ondoelmatig is. En dan denk ik van ja, daar moet gewoon wat aan gedaan worden. Maar veel meer. Dus ik denk gewoon ook dat de tarieven van de erfbelasting omhoog moeten. Ja. In andere landen... Sorry? Mooi. Ja, heel goed. Ja. Ik ga even die kant op, want ik wil vermijden dat er onevenwichtigheid in de zaal ontstaat. Ja. Ja. Roep het even, sta er weer op, daar help je mee. En hou het even een beetje actief, dan wordt het een beetje flipperkastachtig. Kom maar hier naartoe. Maar graag, de vraag was waarderende woorden voor de spreker. Ja, waarderend. Nee, zeer waarderend. Ik denk, en jij zei het volgens mij ook al, de definitie werken is de definitie werken daarvoor betaald worden. Of is mantelzorg ook werk? Ja. Is vrijwilligerswerk ook werk? Is het opvoeden van kinderen ook werk? En daarmee zie ik dan die koppeling met het basisinkomen. Ja? Als het in jouw familie gebeurt dat je mantelzorg moet verlenen. En jij hebt dat heet in de bijstand het vangnet. Maar ik vind het zo'n rot woord. Nee. Maar je hebt het vangnet om het financieel te op kunnen te lossen. Doen. Mooi. Nog een opmerking. Sta er even bij op. Ja, ik had jou het woord beloofd. Maar mag ik even die kant op? Sorry. Ja. Oh jongens, we krijgen de sfeer van de politieke bijeenkomst. Mijn plezier is weg, maar ga je gang. Maar ga je gang. Ja.
Prachtig. Een mooie brede blik op de samenleving als geheel. Hè? Daar nog even. Reactie. Roep het. Ja. Oké. Ik ben zelf, net als over mijn naamgenoten omgekeerd, ook 10 jaar geleden werkloos geworden. En het was niet alleen de beleving en toestanden die in de participatie met mijn haar, maar ook het gegeven dat ik weet of ik iemand absoluut niet meer geholpen in het bestaande systeem. Ja. Oké, want het is je paspoort tot de samenleving, betaald werk. Dat is wat je zegt. Wil jij daar nog iets bij aan toevoegen? Ja. En ik zag nog een hand, dat is meteen de laatste. Ik vind het basisinkomen, deze opmerking triggert mij een beetje. Want basisinkomen is volgens mij juist een ode aan betaalde arbeid. Want iedere arbeid namelijk dan betaald wordt. Oké, ja. En dan de laatste opmerking. Ja. De mensen krijgen veel meer keuzes. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je zelf heel lang in betaald werk doet. Dat mensen met een basisinkomen toch ook kiezen voor daarnaast betaald werk. Nou, dat blijkt ook, ja. Hè? Ja. Ik voorspel opnieuw en nu ook met grote zekerheid een tweede en net zo hartelijk applaus voor Huub Brouwer. En wat mij betreft een pleidooi voor de praktische waarde van filosofie, Huub. Dank je wel. We gaan zo meteen nog even kijken. Aan het einde help me even. Dat we even zorgen dat we bereikbaar worden voor elkaar. En zeker voor de bronnen die genoemd zijn. Dus help me daar straks nog opnieuw bij. Ik wil het niet telkens met die vraag onderbreken. Je hebt daar begrip voor, hoop ik. Ton, ik zie jou opstaan. Geen goed teken, Ton. Ja. Ja. Precies. Ja. Maar je hoort al, ik kan proberen. Hij is bijna een jurist nu. Maar er komt een inspanning om teksten naar je toe te, voor zover kan en mogelijk, Ton Kuipers. Ook die van Gerard, voor zover dat allemaal kan, dank je wel. Ik zeg gewoon toen namens anderen, ik lijk wel een politicus. Werkbereidheid en basisinkomen. Er is een bruggetje mogelijk, maar dat hebben jullie zelf al gemaakt. Wat is eigenlijk het effect van basisinkomen op bijvoorbeeld werkbereidheid? Gaan we dan minder werken? Gaan we anders werken? Gaan we misschien zelfs meer werken? Ik heb zelf een basisinkomen en u ziet me hier staan werken. En het wordt gedaan door een wetenschapper die zich op beroept om te zeggen, ik ga daar geen oordeel over geven, want daar ben ik geen wetenschapper voor. Maar ik ga gewoon de resultaten van onderzoek, Universiteit van Leiden, geven. En wat ik in de wandelgangen hoorde en niet mocht doorvertellen, en daarom doe ik het, is dat in de kringen van de FNV was toch al wat discussie. Zijn dit nou de onderzoeksgegevens waar wij blij mee moeten zijn? En dat zou wel eens kunnen wijzen op relevant onderzoek. Want als iedereen er blij mee is, had je het net zo goed kunnen laten. Ik geef het woord aan Fenna Politiek, zo heet ze. Universiteit van Leiden, onderzoeker. Wat fijn dat ze er is. Pauze inlassen, want ik ga niet een verhaal voorlezen, maar ik ga iets met plaatjes laten zien. Ja. Dus dat moeten we misschien nog even installeren. Ja. Ja, dan komt bij mij toch de anekdote op van. vroeger nam ik een paar anekdotes mee. Je kunt je dat voorstellen. Als er iets, als het licht uitviel of zo. Maar ik kijk nou zo naar u. Zijn er mensen die hun mening voelen schuiven? Even kijken, checken tussendoor. Begin je andere opvattingen te krijgen? Wat is er bij jou gaande in je hoofd?
naar aanleiding van de sprekers. Mag ik het vragen? Een bredere argumentatie. Hè? Ja, dus verdieping, verbreding van de argumentatie. Dat is al een van onze doelen. Iemand anders, wat is er bij je aan het gebeuren? Ik wilde eigenlijk, als het mag, iets... Jij vroeg om een evaluatie achteraf. Mag er ook eentje halverwege? Ja, je had veel eerder al gemoeten, maar ga je vragen. Ja, maar ik wou even toch de sprekers de kans geven. Ik zou het enorm waarderen als we ook opmerkingen komen, als er ook een beleid komt, als er meer al gekeken wordt hoe gaan we er komen. Want deze zaal is overtuigd van het basisinkomen. Daar ben ik ook van overtuigd. En ik spreek hier met mijn Tweede Kamerfractie spreek ik regelmatig hierover. En ook die zijn overtuigd. Sterker nog, het staat in ons verkiezingsprogramma en we zitten ook in de coalitie. Dus dan mag je raden welke partij dat is. Het staat er. Wij streven naar negatieve inkomstenbelasting ter hoogte van het sociaal minimum. En dat is gewoon. En dat is. Nee, die komt. En dat is in feite een belastingtechnisch invulling van het basisinkomen. Maar wat is nu het probleem? En daar gaan we zo ook nog over hebben. Het probleem is steeds dat al dit soort plannen gaan doorgerekend worden door het CPB. En via de en daar zit echt een struikelblok. En dan zijn de politici, die voornamelijk korte termijn gericht zijn, die durven niet, zeg maar, daardoorheen te breken. Dus mijn pleidooi is, hoe gaan we meer argumenten geven waardoor we het ook in de praktijk kunnen brengen? We willen het allemaal en nu moet het er ook echt komen. Hoe gaan we dat bereiken? Dat is mijn vraag. Dat zit in het programma. Ja, je denkt dat heeft hij verzonnen, maar is niet waar. Dat zit in het na de pauze. Er komt één van de Alexander de Roo over welke tussenstap het meest voor de hand zou liggen en waarschijnlijk de meest brede steun zou kunnen krijgen. Omdat het eindstation voor nog niet iedereen even helder en probleemloos is. Dus die zegt eigenlijk, er is een tussenstap die interessant is. Hij heeft het over burgerbijslag. We zijn zover. En je begrijpt dat ik daar heel blij mee ben, maar niet zo blij als Fenna Politiek. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben inderdaad Fenna Politiek. Ik ben medewerker aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Cognitieve Psychologie. Ik ben gasthoogleraar in Newcastle, aan de Universiteit van Newcastle. En ik ben hoofdonderzoeker aan het Max Planck Instituut. Maar het zal toeval zijn dat op het programma van de twee sprekers alleen van de man de titel is vermeld. Zand erover. Ik deed het uit mezelf toen hij zei ik ben gepromoveerd, maar het stond er niet. Op het programma staat in mijn titel niet en die van mijn collega wel. Met excuus. Een ander misverstand is misschien, of dat is echt toeval, maar ook wel een grappig toeval, is dat ik niet politiek, maar politiek heet. Afijn, we gaan, ik denk in deze discussie die ik heel erg leuk vind en heel belangrijk, ik heb ook wel zeg maar politieke affiniteit met deze discussie, maar ik sta hier in een heel andere rol even. Dus in die zin zie ik dit in de lijn van de discussie als een soort klein uitstapje. En die rol is als wetenschapper, die probeer ik ook zo te spelen. En ik noem ook echt letterlijk spelen, dus dat betekent niet dat er ook een andere kant aan dit verhaal is. Maar we spelen nu even de rol van de wetenschapper. We hebben in opdracht van de FNV inderdaad een onderzoek gedaan waarvan de algemene vraagstelling was, wat zijn nou de effecten, de gedragseffecten van zo'n basisinkomen vergeleken bij een uitkeringssysteem. En wat ik gedaan heb, want dat is mijn expertise en mijn gebruikelijke manier van werken, ik heb gezegd, mag ik dat doen in het lab? Dus niet een survey of vragenlijsten, maar mag ik proefpersonen in het lab brengen? Ik simuleer voor die proefpersonen de situatie waarin je in een uitkering bent en andere proefpersonen komen dan in de basisinkomensituatie. En we gaan vergelijken als ze geconfronteerd worden met keuzes bijvoorbeeld over werk. Gaan we vergelijken hoe ze zich gedragen. Dus dat was eigenlijk het uitgangspunt. En ik ben heel erg blij en dankbaar aan de FNV dat zij dat goed hebben gevonden. Dus ze hebben ons
Ze hebben ons de vrijheid gegeven om op deze manier, met deze methode, dat onderzoek uit te voeren. Dat niet de resultaten voor iedereen fijn waren, dat is iets wat ik ook gewend ben in mijn 20-jarige carrière. Dat is in de wetenschap zo, dat is altijd zo. Je vindt namelijk niet, je weet niet welke gegevens je gaat krijgen. En je vindt wat je vindt. En soms is dat in een hele andere context fijn. En in een andere context is dat niet fijn. Dat is een hele andere stap. Dus nu ga ik even het spel spelen van waarin ik jullie ga vertellen hoe wij dit ook letterlijk spel hebben. Het is een soort serious game onderzoek hebben uitgevoerd. Ik ben ook blij, ik wil ook even zeggen dat Bastiaan Vuyck, die ook feitelijk de uitvoering van het onderzoek gedaan heeft, hier ook aanwezig is. Ga maar even staan, Bastiaan. Ja. En hij kan straks alle details en technische vragen beantwoorden als die er zijn, ook aan mijzelf. Oké. Dus wat was de vraag en de onderzoeksmethode? De methode was dus een experimenteel labonderzoek, laboratoriumonderzoek. We hadden 150 proefpersonen, waarvan 75 studenten, dus de helft student was. En de andere helft waren FNV-leden. Dat was ook een vraag van de FNV. Kunnen jullie nou niet, hè, want dat is een bekend argument of een bekend aspect van laboratoriumonderzoek. Die proefpersonen, dat zijn altijd dan studenten of jullie gebruiken daar een hele bepaalde populatie voor. Kun je dat onderzoek in dat lab niet ook FNV-leden, dus mensen, een meer representatieve steekproef van de samenleving nemen? Dus dat hebben we gedaan. En zo hebben we dat onderzoek uitgevoerd. Dus best een groot aantal proefpersonen. We hebben eigenlijk 5 vragen onderzocht. We hadden 1 standaard experimentele procedure en we hebben 5 vragen gesteld. We hebben de vraag gesteld, wat doen mensen als ze de vraag krijgen voorgelegd, neem ik nieuw werk aan? En dan vergeleken basisinkomen situatie, uitkeringssituatie. Hoeveel inspanning en tijd ga ik investeren in nieuw werk? Welke kwaliteitseisen stel ik aan nieuw werk? Dus wat is zinvolheid, zal ik maar zeggen, van het werk wat ik ga doen? Welke salariseis stel ik aan nieuw werk? En hoeveel risico, dus hoeveel zekerheid ben ik bereid op te geven als ik nieuw werk aanneem? In hoeverre ben ik bereid om bijvoorbeeld variabel inkomen te gaan verdienen? Dat is wat wij 5 keer hebben gedaan met 1 standaard procedure. En ik zal iets vertellen over die procedure. Ik wou even nog even iets zeggen over die onderzoeksvraag en over die methode. Kijk, een laboratorium-experiment heeft heel bepaalde voordelen en ook nadelen vergeleken bij een meer, wat zou je kunnen zeggen, kwalitatief onderzoek, hè, waarin je mensen vraagt om vragen te beantwoorden, zoals wat zou je doen als je dit in een basisinkomen zou hebben en zo. Wat voor gedrag zou je dan vertonen? Wat voor soort keuzes zou je dan maken? Nou, een voordeel van, vinden wij, van het laboratoriumonderzoek is dat je eigenlijk de mensen direct in de situatie observeert. Hè? Dus je vraagt ze niet om te reflecteren, na te denken over wat ze zouden doen als. Maar je kijkt direct wat ze doen als. De prijs die je ervoor betaalt is dat je ze natuurlijk niet echt in zo'n situatie kunt brengen. Dus je moet die situatie simuleren. En dat hebben we met zo'n experimentje, met zo'n taakje gedaan. En er zijn allerlei bezwaren die je kunt aanvoeren over de representativiteit van die laboratoriumsituatie die wij gecreëerd hebben voor de werkelijkheid. Maar ik ben er toch een vrij fervent pleitbezorger van, voor deze methode. Omdat je, en dat komt erop neer, het argument is dat je als het ware gedrag observeert wat heel bazaal is. Wat niet afhangt van allerlei details of allerlei maar wat heel fundamenteel is. Dus je kijkt hoe mensen zich gedragen onder bepaalde beloningsstructuren. Daar komt het op neer. De keuze voor dat laboratorium-experiment. Oké, dit zijn dus de 5 vragen. Dit zijn nog even die voordelen die ik net zei. Je observeert dus mensen direct in de relevante situatie. Ook al is het een gesimuleerde relevante situatie.
Die situatie die bood je na in die experimentele taak. En wat cruciaal is, wat je kunt doen in dat laboratoriumexperiment, is dat je dat verschil tussen in dit geval zo'n basisinkomen, beloningsstructuur en een uitkeringssituatiestructuur, die kun je cruciaal vergelijken. Dus je kunt, afgezien van alle andere dingen, hou je in die vergelijking constant. He, dus het probleem bijvoorbeeld, wat ook al nu heel duidelijk is besproken, in de vergelijking, als je wil nadenken over de vergelijking tussen de effecten van een basisinkomen en een uitkeringssituatie, is dat er allerlei variabelen een rol spelen. Namelijk bijvoorbeeld, hoe hoog wordt dat basisinkomen vergeleken bij de uitkering nu? Wat zijn allerlei andere regels? En die gaan ook een rol spelen. Wat wij doen in een laboratoriumexperiment is dat we al die dingen, die filteren we als het ware uit, al die andere. En we kijken alleen naar het effect van die beloningsstructuur. De cruciale verschil, het essentiële verschil tussen in die twee beloningsstructuren. Komt dat een zuivere afweging? Nou ja, dat, zo kun je het noemen. Maar het gaat erom dat je dus probeert om alle andere effecten, om die gelijk te houden voor beide situaties. Wat in de werkelijkheid natuurlijk nooit zo is, maar het maakt het wel mogelijk om te observeren hoe dat gedrag verschilt in die situaties, als het verschilt. Natuurlijk heb je het probleem van die representativiteit voor die natuurlijke situaties. En daarvoor moet je gewoon je best doen als wetenschapper. Je moet je best doen om een taak zoveel mogelijk te laten lijken op betaald werktaak. Het moest bijvoorbeeld, wij vonden dat het moest niet een lollig spelletje zijn. Want werk is niet altijd lollig. Het moest een bepaalde inzet vergen. Je moest het niet helemaal perfect kunnen doen. Je maakt altijd een beetje fout. Het is ook soms ook een beetje saai. Dus het moest een soort mix zijn van al deze eigenschappen die de gemiddelde werksituatie heeft. Dat hebben we geprobeerd. En dat is trouwens in het verleden ook al gedaan in dit soort onderzoek. Dus we hadden ook een taak die we konden overnemen van collega's. En we focussen dus op verschil tussen die condities. En wat ook heel belangrijk is dat we proefpersonen in zo'n laboratoriumexperiment, die delen we in die condities in volledig op grond van toeval. Dus je krijgt mensen, sommige mensen zaten in die kwamen in de basisinkomen situatie werden die gebracht, anderen in de uitkeringssituatie. Maar dat was gewoon toevallig. Het doel daarvan is dat je twee groepen krijgt die op alle punten vergelijkbaar zijn. Dus je krijgt niet, wat je in de werkelijkheid natuurlijk wel hebt, dat mensen die een uitkering hebben ook op andere aspecten, van verschillen van mensen die geen uitkering hebben, bijvoorbeeld. Zo werkt dat laboratoriumonderzoek. Dit was de standaard experimentele taak die we hebben gedaan. Proefpersonen kregen 10 deeltaakjes voorgelegd. Dus ze konden 10 keer een werk doen, zou je kunnen zeggen. En dat startte dan met de eerste deeltaak. Ik weet niet of dit ook werkt. Deze pointer werkt niet, geloof ik. Dus ze starten met zo'n eerste deeltaak. Er zouden er dan 10 komen. In dit geval, dit voorbeeld, was het zo dat ze konden kiezen om het werk wel of niet te doen. Ze konden zeggen, ik wil wel werken of ik wil niet werken. Dus ik neem deze taak aan of niet. Als ze ja zeiden, dan kregen ze de zogenaamde schuifbalkentaakje. En die schuifbalkentaak die bestaat eruit dat mensen de opdracht kregen om een bolletje met een pointer exact op een juist getal te zetten dat erboven staat. Dus hier moest die proefpersoon zo snel mogelijk op nummer 64 dat bolletje zetten. Nou, dat is best lastig en dat is ook best vervelend als je dat 32 keer moet doen, of dat is best. Maar hoe vaker en hoe beter je het deed, hoe meer fiches je kon verdienen. Ja, ik weet het, stukloon. Ja, dat komt op neer. We gaan straks ruzie maken over dit ding. In ieder geval, dat was dus, als je wilde werken, kon je dat doen. En de beloningsstructuur, de uitgangsstructuur in de 3 condities, groepen die we hadden gevormd, waren als volgt. We hadden 1 groep gesimuleerd, die kregen basisinkomen.
één groep die kreeg uitkering. Dit staat voor unconditional basic income. En conditional basic income, dat is de uitkering, hè, voorwaardelijke, een voorwaardelijk inkomen, basisinkomen zou je kunnen zeggen. En we hadden ook een situatie gemaakt waar mensen niks kregen. Dus een situatie die een soort geen sociale zekerheid simuleert. En dan gingen we kijken, in dit geval, hoe vaak mensen in die, tussen die drie groepen dan kozen voor zo'n taak of niet kozen voor zo'n taak. De uitgangspunt... Sorry? Ja. Dat is natuurlijk ook niet direct. Waarschijnlijk in de werkelijkheid zal dat nooit gebeuren. Maar goed, dat was wat wij aannamen. Want wij wilden inderdaad al die situaties zoveel mogelijk gelijk houden. Dus in de basisinkomenconditie kregen mensen altijd een standaardbedrag, of ze nou werkten of niet aan die schuifbalktaak, van 10 fiches. Als ze gingen werken, hier heeft iemand gekozen om te werken in dit voorbeeld. En hij zat in de uitkeringsconditie, dan verloor hij zijn hele uitkering. Dan kreeg hij dus nul, had hij hier nul fiches. Vervolgens aan het eind van die taak moest hij in ieder geval ook altijd vaste lasten betalen. Dat was hetzelfde voor alle situaties. Dat was min 6, er gingen dus 6 fiches van af. En dan was er een soort x-bedrag dat ze aan het eind van de rit hadden verdiend. En dat hing af van hoeveel correcte schuifbalk thuis. Dus hoe ze hun werk hadden, of ze hadden gewerkt en hoeveel ze hadden gewerkt. Als je niet werkte, dan betekende dat als je in de basisinkomenconditie zat, dat je gewoon je basisinkomen had en dat je vaste lasten had. Je hield je uitkering, of de uitkeringsmensen hadden gewoon de uitkering. Betaalde ook die vaste lasten. En wat betreft die NA, dus die no allowances, dat is geen sociale zekerheid, die verloren alleen maar. Overigens, om ethische reden begrijpt u dat we uiteindelijk hebben proefpersonen uitgekeerd. Ook echt volgens hun prestaties of wat ze hadden gedaan in de taak. En we hebben uiteraard natuurlijk geen geld gevraagd van mensen. Dus soms kon je blut eindigen, maar dan kreeg je toch een kleine beloning van ons. Goed, dat is de standaardtaak. En dit was dus het zesde. We hadden ook bij alle proefpersonen twee vragenlijstjes voorgelegd. Het eerste vragenlijstje meet het zogenaamde ambitieniveau van mensen. Dus wat voor persoon ben je als je werkt? Ben je iemand die het maximale altijd uit zijn werk wil halen? Die het echt heel belangrijk vindt om dat heel goed te doen en echt de beste te zijn. Dat noemen we maximaliseren. Dus dat was de zogenaamde maximization tendency scale. En die meet, zou je kunnen zeggen, bij mensen, bij individuen, of in hoeverre ze het beste uit hun werk willen halen. Een andere vragenlijst legden we ze ook voor, vragenlijstje. En dat ging over de motivatie. Hoe erg zijn ze überhaupt gemotiveerd om betaald werk te doen? Hoe belangrijk vinden ze dat? Hoe belangrijk vinden ze dat persoonlijk? Dat ging dus niet om echt de inzet in werk, maar wat is je houding tegenover werk? Oké, dus die werd bij alle proefpersonen afgenomen. Er was een uitbetaling aan het eind. Hè, maar dit was de currency, hoe heet dat? De koers. 1 fiche leverde je 5 cent op. Het eerste experiment moest dus de vraag beantwoorden. Moest inzicht geven in de vraag of hoe onder die condities mensen staan tegenover het aannemen, de bereidheid om nieuw werk aan te nemen. Nou, dus ze hadden dan bij elke deeltaak, konden ze opnieuw kiezen trouwens. Hè, dus het was, bij de eerste deeltaak ging het dus als volgt, zoals we zo net ook zeiden. We vroegen mensen, neem je deze deeltaak aan? Ga je dit werk aannemen? Dan gingen ze het, als ze ja zeiden, gingen ze het doen. Als ze het niet zeiden, dan gingen ze het niet doen. Dan kregen ze deze beloning. En dan gingen ze naar deeltaak 2 en dan konden ze opnieuw kiezen of ze wilden werken of niet. Dus een hele simpele en transparante manier om te vergelijken wat die bereidheid is. Je kon gewoon tellen hoe vaak mensen die taakjes aannamen of niet aannamen. Dit zijn de resultaten van het eerste onderzoekje.
Wat we zien is dat dit zijn de groepen, hè, dus de basisinkomengroep. Dit is de uitkeringsgroep. En wat we zien, dat is dat in de geen sociale zekerheidsgroep, dat is deze, en de basisinkomengroep, mensen vaker werk aannemen dan in de uitkeringsgroep. Hè, de uitkeringsgroep, dat was het idee, die als die start met werken, dan begint het met een verlies. Je verliest namelijk je uitkering. En dat zagen we terug, iets wat ook al op allerlei manieren in deze discussie terug is gekomen. Dat zien we gewoon terug in dit experimentje. Dus mensen met een uitkering hebben minder de neiging om werk in het begin aan te nemen dan mensen uit de basisuitkeringsgroep. En vergeleken, dat is wel interessant, met mensen die niks hadden. Hè, dus die bereidheid, zij hebben wel sociale zekerheid, zij niet, maar die bereidheid verandert daar niet, dat niet. Oké, dit is eigenlijk hetzelfde plaatje als deze. We hebben ook steeds gekeken naar of we verschillen zagen tussen die FNV-groep, dus die meer representatieve, maatschappelijk representatieve populatie, en onze studenten, hè, dat zijn jongeren van 20 jaar, 25 jaar. En we hebben gekeken of er een verschil was tussen mannen en vrouwen. Wat we zien is dat vrouwen in ons experiment iets vaker werk aannamen dan mannen. Dat was niet een heel groot effect. Er waren geen verschillen tussen studenten en FNV'ers. En dit laat ook een beetje zien dat zo'n laboratoriumonderzoek tapt echt af een soort fundamenteel gedrag, wat niet alleen maar afhankelijk is van wat je maatschappelijke posities enzovoort. Oké, dus er was geen relatie tussen werk aannemen en houding ten opzichte van werk. He, dus iedereen deed dat op deze manier. Ik vind het prima om vragen te beantwoorden, maar misschien technische vragen alleen. Nee, we zijn te ver achter op schema, ja. Dus ik wil vragen, alle experimenten worden nu toegelicht en bewaar je vragen. Ja, maar ik heb toch een vraag, te begrijpen. Ik denk gewoon een hele concrete vraag. Ja, ik luister. Voor mijn begrip, wisten die mensen van tevoren wat de beloningsconditie van hun keuze was? Ze wisten, dat is een goede vraag. Zij wisten natuurlijk dit. Dit wisten ze. Hè, ze wisten van, oké, we beginnen dit zien. Met de fiches. Ja, ja daar informeerden we ze over. Oh. Hè, we zeiden in het begin, we starten met 10 euro. Fiches. Die 10 fiches houdt u, als u gaat werken, dan moet u sowieso vaste lasten betalen. En dan kunt u dit verdienen, zoveel fiches. De regels van het spel zijn verduidelijkt. Zijn duidelijk, toch ja. Vraag ik nu om die 4 resterende nu te doen. Want anders redden we het echt niet. Ja, snap ik. Ik ga ook mijn best doen om dat te... Tweede, hoeveel inzet wordt er besteed aan betaald werk? En hoe hebben we die inzet gemeten? Daar hebben we gewoon gekeken naar hoeveel goed uitgevoerde taakjes mensen deden. Nogmaals, het was best lastig, maar als je best deed, dan kon je het heel goed doen. Wat we hier zien is dat het gemiddelde in die inzet, dus dat is het gemiddelde aantal correct uitgevoerde taakjes, niet verschilt per conditie. Dat deed iedereen gelijk. Mensen gaan niet anders werken in het ene beloningsstructuur dan in de andere beloningsstructuur. Ze gaan niet meer harder werken of beter hun best doen of wat dan ook. Iedereen deed een beetje zo tot op dit niveau zijn best. We zagen wel iets hogere inzet bij studenten dan bij FNV'ers. Maar dat kan ook, moet ik bekennen, een leeftijdseffect zijn. Hè? We zien geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ik vind dat zelf een belangrijk resultaat. Omdat we weten dat basisinkomen, er zijn sociale experimenten gedaan. Dus in de werkelijkheid. En dan zien we toch dat effect wat ook net besproken is. Dat mannen de neiging hebben om dan maar het werk te gaan doen aan de keukentafel. En vrouwen kiezen voor bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen. En die nemen dan dat basisinkomen gebruiken. Als het ware als een soort letterlijk basisinkomen om dat te doen. Maar dat verschil, dat is dus niet
te wijten aan het feit dat ze vrouw zijn. Of vrouwen de neiging zouden hebben om minder vaak te werken. Dat is puur een sociaal-maatschappelijke inrichtingsprobleem. De vrouwen kiezen voor de kinderen. Nemen ze alleen zinvol werk aan? Dat is natuurlijk het beroemde Bregman-argument van we gaan al het zinloos werk gaan we elimineren met het basisinkomen. We hebben geprobeerd, ons best gedaan, en het is natuurlijk niet helemaal gelukt, maar we hebben ons best gedaan nogmaals, geprobeerd om dat ook te simuleren in dit experiment. En wat we gedaan hebben, is dat we mensen, de proefpersonen, de keuze hebben gegeven om de helft van wat ze konden verdienen met die taakjesschuiverij, dus die inzet, de helft van hun salaris zou je kunnen zeggen, om dat te doneren aan een goed doel naar hun keuze. Hè? Dus dan zouden ze feitelijk minder zelf verdienen aan van die fiches, en de helft zou worden weggegeven. Ze konden dat goede doel opgeven, en we hebben ook echt dat geld gegeven aan die doelen die we beloofden te geven. Wat zie je dan? Wat je dan ziet is geen enkel verschil. Dus mensen, of ze een basisinkomen hebben of een uitkeringssituatie, in een uitkeringsconditie zaten. Er is geen voorkeur om geld, om gedeeltelijk te werken voor je goede doel naar keuze. Het beloningssysteem maakt daarin helemaal niets uit. Is dat natuurlijk een discutabele operationalisatie van wat zinvol werk is. Maar ik denk dat daar toch wel wat over te zeggen is. Over de vraag of dat zinvolheid-effect ook echt zou gaan optreden. Nog steeds dat zinvol werk. Wat we wel zagen was een verschil tussen studenten of geen verschil tussen die populaties. Dus studenten en FNSW'ers, iedereen was evenveel bereid om wat weg te schenken. Er was wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen kiezen vaker voor zinvol werk, dus zijn ze vaker bereid om geld aan dat goede doel te geven dan vrouwen. En uit ander onderzoek blijkt wel eens dat vrouwen ook zakelijker eigenlijk staan in hun werk dan mannen. Maar dit is een speculatie. Anders dan vaak wordt gedacht, van vrouwen zijn softer en vrouwen... Nee, vrouwen zijn zakelijk. Dan hadden we vervolgens een ander aardige... Dus dit is de vierde, geloof ik. Ja, de vierde vraag. Wat voor salariseisen stellen mensen aan werk als ze gaan werken vanuit een uitkeringssituatie vergeleken met vanuit een basissituatie? Proefpersonen konden hier aangeven... je kan die taak gaan doen. Wat voor salariseis stel je? Hoeveel fiches wil je verdienen per goede schuifbalk? Konden ze een getal noemen. En dan was er gaf het systeem een random antwoord. Die zei, die salariseis gaan we honoreren of niet. En natuurlijk, naarmate de kans... naarmate de salariseis lager was, of je zou kunnen zeggen hoger was, was de kans dat het systeem zou zeggen, nee, dat kan ik niet betalen, de werkgever. Dus je mag die taak, je krijgt dat werk niet, was groter. Dat was het risico wat ze eigenlijk liepen met die salariseis. En de vraag is dan, hoe gaan die salariseisen, of datgene wat je wil verdienen met werk, veranderen onder de ene en de andere beloningstructuur. Wat we zien is dat de salariseisen hoger waren in de uitkeringsconditie. Dus mensen beginnen alleen aan werk als ze denken, als ze er meer voor kunnen verdienen dan bij basisinkomen en het no allowances situatie. Dat is eigenlijk een patroon wat een beetje in lijn is met dat eerste wat we zagen. Die bereidheid om te beginnen aan werk. Dus, en dat heeft natuurlijk helemaal te maken met in een andere context die uitkeringsval wordt genoemd. Je verliest eerst als je gaat werken. Er was hier geen verschil tussen studenten en FNW'ers in salariseisen en ook geen verschil tussen mannen en vrouwen. Laatste was de vraag... Ben je bereid om te gaan werken, dus te beginnen te gaan werken... vanuit een uitkerings- en een basisinkomenssituatie? En
met een soort risico van, inkomensrisico, variabel inkomen. He, dus ben je bereid om, je kon kiezen tussen of een vast inkomen, he, dus een vaste salaris, dan krijg je 5 fiches per schijf. We hadden hier de koers een beetje veranderd, om technische reden. Of kies je voor een onzeker variabel inkomen. Je weet nog niet hoeveel, maar dat kan variëren tussen 1 of 4 fiches per balk. En het systeem bepaalde dat. En dat simuleert als het ware hoe de markt is voor jou, voor het werk wat je wil gaan doen. Wat voor soort ben je bereid of vind je het leuk om dat risico te nemen? En dat variabele inkomen werd dan vastgesteld, hè, als ze ervoor kozen aan het begin van de deeltaak. Dus ze wisten niet hoe die markt eruit zou gaan zien als ze zou beginnen, hè, het werk zouden initiëren. Wat we hier zien is dat er geen enkel verschil is tussen de condities in de bereidheid zelf om inkomensrisico te lopen. Dus mensen zijn, dat heeft met iets anders te maken kennelijk. Hè, de keuze om risico te lopen, om te gaan zzp'en in plaats van een vaste baan te eisen. Wat we wel zagen, en dat is wat mij betreft een van de aardigste opbrengsten van dit onderzoek, is dat in de basisinkomenconditie konden we voorspellen op grond van de manier waarop ze die vragenlijsten hadden ingevuld, dus op grond van hun ambitieniveau, hun persoonlijke houding ten opzichte van werk. Ben je iemand die ambitieus was? Ben je iemand die werk heel belangrijk vond? Dan was je vaker bereid om een variabel inkomen te nemen. Dus een soort ZZP-risico te nemen. En dat was alleen zo in die basisinkomenconditie. Dus we gaan straks even speculeren daarover. Dit zijn in ieder geval grofweg de conclusies. We zien geen enkel verminderde werkbereidheid of werkinspanning in een basisinkomensysteem vergeleken met een uitkeringssysteem of een situatie zonder sociale zekerheid. Geen verschil. Het is niet zo, wij zagen niet dat mensen op de bank gingen zitten of zo. Salariseisen voor nieuw werk bij basisinkomen zijn lager dan bij uitkering. Negatief effect van het uitkeringssysteem op bereidheid om werk aan te nemen, zagen we. Geen effect van basisinkomen op een soort immateriële kwaliteit die je aan werk stelt, hè, eis. Dus je was niet meer bereid om het aan een goed doel te geven. Je stond niet anders in die zin in het werk dan bij een uitkering. In het basisinkomensysteem bepalen de persoonlijke houding en de opvattingen over betaald werk, dus je persoonlijke manier van werk, betaald werk ervaren, leuk vinden, wat je er leuk aan vindt, wat je niet, bepaalde meer het risico wat je wilde lopen op de arbeidsmarkt om een variabel inkomen te verdienen dan in andere beloningssystemen. En al deze effecten verschillen eigenlijk niet substantieel tussen mannen en vrouwen en tussen werkende en universitair studenten. Dat was wat we... Als jullie iets meer over wil weten, we hebben dit stukje in Sociaal Bestek erover geschreven. Dat heeft Bastiaan gedaan en daar kunt u meer over lezen. Oké. Prachtig. Ik heb gewerkt in dezelfde soort sector, maar ik vind het geweldig mooi ontwerp. Voor mij nieuw. Hè? Het laboratorium wordt toch vaak als mogelijkheid uitgeschakeld. Maar hier zie je toch de bijdrage van die cognitieve psychologie, waar dat veel normaler is. Hè? Ja. Dus je brengt als het ware twee velden bij elkaar, die elkaar eigenlijk nauwelijks kennen. Complimenten ook, want dat deed je al naar de man die daar zit en het heeft daar. Was het leuk om te doen? Ja, fantastisch. Ja, was het het leukste tot nu toe in je werk? Werd wetenschap? Ja, ja. Onderzoek en doseren is fantastisch. En ga je een loopbaan in de wetenschap tegemoet? Bedankt. Mogelijk. Ja, ik ben ja, nu je ook houdt docent, het voor mogelijk. Dus, ja. We gaan het zien. Ja. Ja, ja, je kan politicus worden met dat antwoord. Misschien. Ik stel voor. Voor hem ook. Ja, dat bedoelde ik te zeggen. Dankjewel, daar was ik ook op uit. En jij deed het bij aanvang al, dus ik denk dat recht is gedaan. Mocht het niet zo zijn, klachten. mag ik wat vragen en opmerkingen vragen? Ik wil wel voorstellen, het is nu.
iets over de pauze heen, dat we straks de klok terugzetten en dan weer op tijd zijn. Zullen we dat afspreken? Dan wie? Opmerkingen of vragen? Ja, ik kan me niet zo voorstellen. We hebben een zaalmicrofoon. Zaalmicrofoon, ja. Geluidstechnicus is echt een einde raad met... Precies. Ja. Hij houdt het niet meer, hij houdt het niet meer. Ik hoor dus heel mooie en goede verhalen over basisinkomen. En het zal niemand verbazen dat ik dan meteen denk aan economische implicaties. Maar volgens mij heeft dit ook behoorlijk ingrijpende sociaal-culturele gevolgen. Onder andere voor rolpatronen bij man-vrouwen. Stel het als vraag, want wij hebben de spreker. Ja, dus... Is dat juist? En daar hoor ik eigenlijk heel weinig over, want ik denk, er is ook een hele mentaliteitsverandering Het is interessant nodig. Om te horen hoe zij ernaar kijken. Ja, ja. Dat is, ik heb toch geprobeerd om te laten zien dat wij wel hebben gekeken naar dat gendereffect. En ik denk dat het aardige van wat wij vinden, namelijk dat er geen effect is van, dat er geen verschil is tussen vrouwen en mannen om onder een basisinkomen dan wel in een uitkeringsbeloningssysteem, noem ik het nu maar eventjes, om zich anders te gedragen. Dus de vrouw, het ligt niet aan de gender zelf. Nee. Natuurlijk weten we uit al die sociaal onderzoekjes dat door de manier waarop wij met z'n allen vinden dat de taken binnenshuis moeten worden verdeeld, heeft het wel een effect. Namelijk, je krijgt het gezin krijgt twee keer een basisinkomen. En dan gaan de mannen zeggen van nou, ik ga erbij werken. Dan kun jij mooi van jouw basisinkomen voor de kinderen zorgen. En dat heeft niets te maken, dat is het relevante van deze laboratoriumonderzoeken. Dat heeft niets te maken met vrouw zijn. Dat heeft te maken met dat wij vinden dat die rollen zo verdeeld moeten worden. Dus dat die mannen aan het werk moeten. Je sluit dat effect allerminst uit, maar uit het onderzoek blijkt niet dat daar een intrinsieke reden voor is. Ja, dus dat precies. Is eigenlijk ook de bijdrage ervan. Ja. Iemand anders nog? Opmerk, sta er even bij op, hier voorin ook. En daar is een microfoon. Ja, even wachten, want die geluidstechnicus verdraagt het niet. Ja, dat kan niet ook, maar het wordt gestreamd. Ja, oké. Okay. Dus ieder zijn vak. Ja, ga je gang. Mijn vraag is, is er bij de FNV'ers ook gekeken of ze werkte of niet werkte of in een uitkering zaten enzovoort? Ja, hun persoonlijke situatie, is die meegeteld bij de respondent of de deelnemers? Exact. Ja, vraag. Ik kijk even naar Bas. Kijk even naar Bastiaan. Maar ik geloof dat we wel gevraagd hebben, hè, of wat hun situatie was wat dat betreft. Maar we hebben het niet meegenomen in het analyseren van de gegevens. Ja, dus je zou het kunnen nabestuderen. Dat zou je kunnen doen, maar die aantallen zijn dan te klein. Ja. Weet je, als er 5 mensen met een uitkering, dan zegt dat niet zoveel. Nee, dat is niet significant dan. Ik ga hier naar voren en ik kom daar ook naartoe. En dat is meteen de afronding, want je kunt je klok niet eindeloos terugzetten. Nee, en ik heb de microfoon. Ja. Begrijp ik het goed dat er geen relatie is gelegd met de... Dan weet ik niet precies hoe die psychologie zich noemt. Maar de biologisch gedreven psychologie. Waarbij dus bijvoorbeeld gezegd wordt dat mannen heel duidelijk een bepaalde voorkeur hebben voor iets. En vrouwen een hele duidelijke voorkeur voor iets. Lichamelijke verschillen zouden tellen in die benadering. Ja, maar ook gewoon de technische uitvoering van het lichaam. Ik wil je vragen om je kinderen geen voorlichting te geven langs deze lijn. Nee, maar jongens, vrienden, ik ga die tijd bewaken, ook met jouw nonchalantheid. De vraag is gesteld, ja? Want anders wil je de microfoon doorgeven, alsjeblieft. Ja, zal ik doen. Ja. Ik had uit het meeknikken begrepen dat dat niet aan de orde was. Als u bedoelt of we hebben gekeken bijvoorbeeld naar neurale aspecten of biologische... Fysieke, ja. Nee, wij kijken naar gedrag. Ja. We kijken naar keuzes die mensen maken. Gedrag noemen we ook keuzes. Ja. Of keuzes noemen we ook gedrag. Het is dus gedragsonderzoek. We kijken gewoon naar hoe mensen reageren, wat voor keuzes ze maken, hoe vaak ze die keuzes maken. Nee. Dus we hebben niet gekeken naar hun brein of hun hormoonspiegel. Nee.
We gaan even naar deze vraag. Ik heb er nog maar twee te gaan. Ja. Okay. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén over het onderzoek. Waren de antwoorden van de proefpersonen te herleiden naar de persoon? En zou dat, want dan zou ik me kunnen voorstellen dat dat hun antwoorden beïnvloedt. Dat is één vraag. En de tweede vraag was over... Was het anoniem, hè? Dat is de vraag. Precies, ja. En een andere vraag was, ja, als je die basisinkomengroep hebt, zeg maar, dan begrijp ik dus dat het van de persoonlijkheid afhangt, hè, hoeveel inzet zij eventueel zouden doen. Maar kan dat te maken mee hebben dat als jij gewoon een basisinkomen hebt, dat je het kan veroorloven om, hè, Is er niet een simpeler verklaring? Jij zegt, is er niet een alternatieve simpele verklaring? Ja. Ja, dat zijn belangrijke vragen, dankjewel. De eerste is uiteraard, het was helemaal anoniem. We moeten dat ook laten goedkeuren door een ethische commissie, zo'n onderzoek. Dus die kijkt daar goed naar. Dat is tegenwoordig allemaal heel dichtgetimmerd. Dus niks is te herleiden tot individuele identiteit. Voor het tweede, dit is precies wat ik zo aardig vind aan wat het in het onderzoek is gebeurd. En wat je zou kunnen verwachten is dat als je in een basisinkomenssituatie zit, je veel meer werk zoekt of gericht bent op toekomstig werk, dat past bij jou. Ja. En dat is natuurlijk in een uitkeringssituatie niet zo, want dan gaat een ander mee bepalen welk onderzoek past bij jou. En dat is denk ik de winst, of dat is iets, ik wil niet zeggen dat we het hier mee bewezen hebben, maar ik denk dat het een soort oproep zou zijn om dat eens wat beter te onderzoeken. Zou met een basisinkomen de match tussen de werkzoekende en het werk dat hij gaat doen, niet veel beter zijn, waardoor je bijvoorbeeld allerlei ruis voorkomt van mensen die weer meteen stoppen met het werk, omdat het is of opgelegd, burn-out raken, of het niet aankunnen, of het niet aan willen. Dat soort, die hele ruis, die zou je wel eens met zo'n basisinkomen eruit kunnen halen. Met ook alle voordelen, denk ik, misschien van de overheid, voor de overheid en de werkgevers. Werkgever, ja. Laatste opmerking, vraag van Gerard. Ja, ben ik gewoon eerlijk in, dit is boven mijn niveau, om het zo maar te zeggen, MAVO 4, geef niet. Waar ik nieuwsgierig... Dan geldt dat voor ons allemaal, Gerard, ga door. Ja. Okay. Ook voor mij. Waar ik nieuwsgierig naar ben, de opdrachtgever is FNV. Ja. Is dat het FNV-bestuur of een onderdeel van de FNV? Want ik heb FNV nooit hardop gelezen dat de FNV... Dus mooie vraag. Dat die voorstander van een basisinkomen zou zijn. Hoe staat de FNV voor zover bestaat? Nou kijken we even in de keuken. Wacht, die vraag ga ik niet beantwoorden. Maar, en dat doe ik beslist niet vanuit die afspraak die we hier hebben gemaakt, dat ik een rol heb, dat ik een rol speel. Dus ik ga niet de rol spelen van wat ik vind, maar ik ben gevraagd om te kijken naar de uitkomst van het gedrag van een basisinkomen. Daar kan alles uitkomen. Ja. Daar kan uitkomen, jongens, die basisinkomen, dat is of daar zou iets uit kunnen komen waar je uit zou kunnen concluderen dat basisinkomen nooit doen. Of er zou uit kunnen komen dat basisinkomen zo'n systeem. En dat is het aardige van onderzoek. Daarom hecht ik erg aan de rol van wetenschapper. De neutraliteit. Niemand wist van tevoren wat er uit zou komen. En dat daarin prijs ik de FNV, of wie het nou precies geweest, ik heb geen idee. Op het idee is gekomen om dat onderzoek te laten doen. Als je als instelling of als organisatie zo'n opdracht geeft, dan moet je, vind ik, aannemen dat die wetenschapper vrij is om te komen met de resultaten die hij zelf wilt. Nee, maar dat twijfel dus, echt niet en dat aan, hebben wij gedaan. Dus ik denk dat ik nu omdat ik die basisvraag niet wil beantwoorden, misschien even... Nee. Misschien wel dan, want vanuit de FNV. Vanuit de FNV. Ja, ik kan het antwoord geven als ex-lid van de werkgroep basisinkomen FNV. Ja. Want daar zat ik in. En toen was het onderzoek aan de Universiteit van Leiden, dat toen ik daarin kwam, toen was het al besteld. Dus ik heb toen meegekregen van de aansturing en ook de resultaten kennis van genomen. En nou ja, vanuit die gedachte dacht ik dat het heel mooi was om dat onderzoek hier te delen. Maar binnen de FNV is men, net als vele andere geledingen in dit land, is men wat huiverig voor het basisinkomen. En de stand van zaken is nu, bevries het even, want er wordt genoeg onderzoek gedaan buiten de FNV om, maar... Binnen de FNV
is wel weer een nieuwe werkgroep ontstaan. En die gaat over het fiscale systeem. En ik hoef jullie niet te vertellen dat er een groot raakvlak is tussen inkomen, basisinkomen of andere systemen. En wat je netto overhoudt. En het fiscale systeem. Ja. Dus ik zeg niet, kan niet garanderen dat het goed komt, maar het leeft allemaal wel. Het beweegt wel. En je bent zo goed geweest dit te delen. En dat is niet zonder gevolgen, want hier zitten leden. Ik bedank Fenna Politiek. Dat hoop ik goed uit te spreken. Nee, echt niet. Nee, en ik denk dat je me daarvoor hebt gehuurd. Ik wil haar bedanken. Zij is niet alleen universitair docent van de Universiteit van Leiden, maar ook van het zeer gereputeerde en onderzoekstechnisch excellente Max Planck-onderzoek. En terzijde ook nog gasthoogleraar Newcastle. Ik hoop dat ik iets heb goed gemaakt. Fenna Politiek. Ik denk dat we echt nieuwe dingen hebben gehoord. Dat is fijn. Ik wou jullie vragen om 3 uur terug te keren, voor zover dat in de mogelijkheid ligt. En ik... Even, vrienden. Dit dreigt een succesvolle bijeenkomst te worden. En we hebben nog maar 1 uur om het te bederven. Maar ik acht jullie tot veel in staat, laat ik het dan zo zeggen. Dus laten we even kijken of we de aandacht... Vrienden, kijken of we... Want de laatste 2 zijn de minste niet, maar die verdienen toch onze volle aandacht. Die pauze is natuurlijk een beetje bedoeld om weer op te frissen. We hebben nog twee gangen te gaan van het menu. Ik weet niet of iemand de film The Menu heeft gezien. Daar moet ik nu ineens aan denken. zeer indrukwekkende film, vond ik. Die veel onthulde en veel vragen achterliet. Bijna zo nuttig als de hele filosofie. Eens even kijken. We krijgen een inleiding van 30 minuten. Korter zal het zijn, want ik ken hem een beetje. Hij is een van de organisatoren en heeft dus baat bij een tijdige afronding, die overigens 1 kwartier later zal zijn dan in het programma. Ik wil dat met u afspreken, want anders haal ik het gewoon niet. Halen we het niet. Hij zal het hebben over de tussenstap. Er is veel over gevraagd van, ja, hoe kom je daar? En welke risico's neem je? En kun je nou een manier verzinnen waardoor je ook brede steun zou kunnen krijgen? Als ik het goed zie, dan gaat hij, Vereniging van het Basisinkomen, voor het Basisinkomen, daarover spreken. Hij is deel van het netwerk. 40 jaar in de politiek, heeft GroenLinks mede opgericht. Maar dit is geen tijd voor verwijten, vrienden. zijn naam, ik vind een aangename man. Hij heeft een boek meegenomen voor mij. En daar zou ik hem aan herinneren, dat ook doe ik nu. Hij heeft een boek meegenomen. En zijn naam is Alexander de Roo. Ja, dankjewel, dankjewel. We gaan beginnen met een kleine anekdote. Vertrouwen. Rutger Bregman schreef er een boek over, maar dit is dus al 107 jaar oud, of weet ik hoeveel jaar oud. Rutger Bregman was uitgenodigd bij de ChristenUnie-fractie. Carola Schouten was toen nog gewoon Kamerlid, nog geen minister, dat is al lang geleden. Hij probeerde de ChristenUnie aan het basisinkomen te helpen. Hij werd weggelachen, hij werd troop af. Het zweetste, het aanschrijds, moet u uw levensbrood verdienen. Hoe staat het precies in de Bijbel? En nu zegt Carola Schouten, basisinkomen, nou het kan wel, maar het is ingewikkeld. Als minister, hè? In Amersfoort, niet zo lang geleden. Ik ga het over de tussenstappen hebben. Bijvoorbeeld burgerbijslag. Iedereen is voor kinderbijslag. Kinderbijslag en AOW zijn de 2 dingen die iedereen krijgt en die ook heel populair zijn bij de bevolking. Dus misschien is burgerbijslag wel een leuk idee. Basisinkomen speelt er al heel lang in onze 2 partijen. In de jaren 90, ten tijde van Paars 1, werd er flink gedebatteerd. Oud-minister Marcel van Dam, wie kent hem nog? Ja. Hij maakte zich er hard voor op het PvdA-congres, maar haalde net geen meerderheid. Partijleider Paul Rosemuller sprak zich uit voor een voetinkomen in de jaren 90, een half basisinkomen. En nu, wat jullie misschien niet weten, de Paarse Kamerleden Karin Adelmunt, FNV, PvdA, Erika Terpstra, die kennen jullie wel, en Louise Groeneman, D66, die wilde basisinkomen invoeren in Paars 1, maar hun partijleiders zeiden nee. Waarom nu stappen zetten naar een basisinkomen? Omdat andere oplossingen goed zijn, maar niet goed genoeg. Bijvoorbeeld verhoging minimumloon, waar we hartstochtelijk voor strijden, is een goed idee,
Maar we bereiken daarmee niet alle werkenden, lang niet allemaal. Er zijn al veel experimenten gedaan met het basisinkomen. En er lopen nog steeds proeven. In Korea, in Kenia, in Senegal, net gestart één in Catalonië, in Wales, in Ierland, in Duitsland, in Polen en in de Verenigde Staten. Allemaal op dit moment. En in ons eigen land zijn er net twee proeven afgerond. Eén met jongeren in Eindhoven, succesvolle proef met basisinkomen, schreef het Eindhovens Dagblad. En één met GGZ-patiënten in Den Helder. Allebei door GroenLinksers geïnitieerd als wethouder. En iedere keer blijkt dat basisinkomen neemt de financiële stress weg. Mensen worden zowel mentaal als fysiek gezonder. Krijgen meer zelfvertrouwen. En zelfs meer vertrouwen in de overheid, in de politiek. Dat bleek uit het experiment in Finland. Terwijl ze evenveel, dat basisinkomen in Finland was even hoog als hun uitkering, als hun bijstand. En daarmee kunnen we dus de voedingsbodem van extreem rechts wegnemen. En uit al die proeven blijft maar een zeer beperkte teruggang op de arbeidsmarkt. Jongeren blijven wat langer studeren, bleek in Canada. Slecht betaalde baantjes worden eerder verlaten voor goede banen, zoals de FNV ze noemt. En mensen vlak voor hun pensioen gaat er wel eerder mee stoppen. Dat waren eigenlijk de harde effecten in de praktijk. Dat laatste bleek uit een onderzoek van de Nederlander Guido Imbens, prijswinnaar van de Nobel voor Economie. Hij heeft een onderzoek gedaan naar Amerikanen die 30 jaar lang, $2000 per maand kregen. In de jaren 90, dus dat is een hoog bedrag. En het bleek, ze bleven gewoon werken, die mensen. En zelfs mensen die daarvoor werkloos waren en nu die loterij kregen, gingen betaald werk doen. Terwijl ze dat financieel dus niet nodig hadden. $2000 in de jaren 90. Mensen blijven wel werken, maar op hun voorwaarden. Basisinkomen is een soort individueel stakingsfonds. En het heeft een licht positief effect op de lonen. Want er is een zekere terugtrekking uit de arbeidsmarkt. Maar bovenal, en zo moeten we het ook verkopen, het geeft mensen de vrijheid om hun eigen leven in te richten. Te bevrijden uit die gevangenis waar Gerard over had. Huisje, boompje, beestje zal favoriet blijven, maar veel mensen zullen ook andere keuzes maken met die nieuw verworven vrijheid. 50 jaar geleden was het kostwinnaarsmodel dominant. De man werkte bij het huis, de vrouw deed kinderen het huishouden en dat ene inkomen was genoeg om van te leven. Nu werken beide partners, maar verdienen niet meer genoeg. Daarom, ere wie ere toekomst, is de CDA begonnen in 2005 met de toeslagen om de koopkracht van de mensen aan de onderkant bij te spijkeren. Blijkbaar levert dat betaald werken niet meer genoeg op. Nu weten we dat het toeslagensysteem niet werkt. 15-20% heeft er recht op, maar vraagt het niet aan, om allerlei redenen. Bovendien hebben steeds meer mensen een wisselend inkomen. Dat was er dus vroeger niet. We hebben 2 miljoen flexwerkers, we hebben meer dan 1 miljoen ZZP'ers. Die hebben allemaal een wisselend inkomen. En dan, daar is het huidige systeem eigenlijk niet voor afgesteld en ook niet voor markt. We hebben 5 miljoen mensen, iets meer dan 5 miljoen mensen met een vaste baan. En 5 miljoen mensen hebben geen baan of een onzekere baan. En daar moeten we dus een nieuw systeem voor verzinnen. De gaten worden steeds groter, steeds meer werkende armen, steeds meer mensen die het net niet redden en die door hun reserves heen zijn. Armoede leidt tot een daling van het IQ met 13-14 punten. Dat is echt erg. De Cherokee-Indianen hebben toegestaan dat er een casino kwam in hun reservaat. En 3% van die winst van dat casino wordt nu aan alle Cherokee-Indianen gegeven. Al meer dan 20 jaar. Daar is dus onderzoek naar gedaan. En het IQ van die kinderen blijkt te stijgen domweg omdat ze niet meer arm zijn. Piketty heeft ons geleerd, kapitaal groeit sneller dan de economie. Ja, maar we hebben nu geleerd, stond een mooi grafiekje van CBS, de afgelopen 40 jaar hebben de lonen eigenlijk de economische groei niet bijgehouden. Het was ongeveer gelijk vergeleken met 40 jaar geleden. En vermogen, dat stijgt elk jaar gemiddeld
met 4-5%. De quote 500, weer rijker staat er dan in de krant. En de lonen staan dus al 40 jaar stil. Eigenlijk al sinds de start van het neoliberalisme met Lubbers in 1982. Als links hebben we al heel lang betoogd, het vermogen is ongelijk. Verdeeld. Dat viel wel mee, riepen ze dan. Nou, nu hebben CBS en CPB becijferd. Ja, links heeft gewoon gelijk. Het komt voor. Ja, maar we moeten ook een beetje in onszelf geloven, hè, als links. Het rapport. Van wie is die telefoon? Ja. Waar ga je de telefoon gaan uit? Hij is al eerder genoemd. Het rapport ligt uit, spot aan, van oud-CPB-directeur Laura van der Geest, zegt het keihard. De quote 500 draagt 20% af aan premies en belastingen. De middenklasse 40% en de onderste helft moet meer dan de helft van hun belastingen en premies afstaan. Gelukkig geeft dit rapport ook oplossingen. Wel een tiental. Eén daarvan verhoogt de belasting op onroerend goed met 1%. Opbrengst 26 miljard. Voer een miljonairsbelasting in. Pas het erfrecht aan. Dichte gaten. Voorstellen genoeg. Het moet eerlijker en het moet simpeler. Werken loont, zegt de VVD. Ja, dat geldt vooral voor mensen met een bovenmodaal inkomen. Vaak niet als je tussen de bijstand en modaal zit. En dat is 60% van Nederland. Dat moeten we nooit vergeten. 60%. 6 tot 7 miljoen mensen verdienen tussen minimum en modaal. En door alle inkomensafhankelijke regelingen, zoals die toeslagen en belastingkortingen, heeft hard werken voor veel mensen geen zin. Ik noem 3 voorbeelden. Een alleenverdiener die 25.000 euro bruto verdient, maakt de grote sprong naar een modaal inkomen van 40.000 euro. 15.000 euro bruto erbij. Hoeveel houdt dit gezin netto over? Je gaat 15.000 bruto vooruit. Hoeveel hou je netto over? 3.600. Dank aan Yvonne Hofs van de Volkskrant voor dit voorbeeld met een mooi plaatje. Wat houdt een alleenstaande moeder over die een betere baan vindt? Van 25.000 naar 35.000 antwoord. Dus 10.000 euro bruto meer. Wat houdt zij over? Alleenstaande moeder. Met 2 kinderen. Zij houdt 1.200 euro over. 8.800 gaat rechtstreeks van de werkgever naar mevrouw Kaag in de schatkist. Met dank aan belastingsspecialist Henk Bluming voor dit voorbeeld. En hij publiceert regelmatig in Elsevier over dit soort voorbeelden. Van hem ook het voorbeeld van een eenverdiener met 2 kinderen en een huurhuis. Als je een bovenmodaal inkomen hebt van 48.000 euro, meer dan modaal, dat gezin houdt netto 21.000 euro over. Ongeveer evenveel als de bijstandmoeder. Er is niemand die dit verdedigt. Dat doet onze regering ook niet. De regering ontkent de problemen niet, maar ze zegt, CDA-minister van Gennep, nou, het zijn niet zoveel mensen, het is maar een kleine groep. Maar dat klopt niet. Ook bij 2 verdieners speelt dit effect, hoewel minder erg. Zij moeten ook veel inleveren als ze meer gaan werken. Meer werken loopt niet, wat de VVD ook beweert. Het moet eerlijker en het moet eenvoudiger. En nu komt het. GroenLinks wil het basisinkomen invoeren. Maar de PvdA wil eigenlijk alleen maar experimenten doen. Hoe krijgen we nou een compromis tussen die 2 ideeën? Het compromis tussen een heel basisinkomen en geen basisinkomen is een gedeeltelijk basisinkomen. Lijkt me niet moeilijk. Toen Atje Kuiken en Jesse Klaver op bezoek waren in Arnhem, toen was de eerste vraag voor Atje. GroenLinks wil een basisinkomen invoeren en de PvdA niet. Hoe moet dat nou? Atje was verrast, herstelde zich snel en zei, het zal geen struikelblok vormen in de steeds nauwere samenwerking rood-groen. En als het de gelijkheid bevordert, dan ben ik er eigenlijk wel voor. Nou, basisinkomen 2.0 is dankzij D66 doorgerekend door het CPB. En wat blijkt?
De onderste 20% gaat 8% vooruit. De bovenste 20% gaat 8% achteruit. Dus de gelijkheid wordt overduidelijk bevorderd. Toch hoor ik sommigen van jullie al zeggen, zo'n gedeeltelijk basisinkomen, daar hebben we toch eigenlijk niks aan. Maar 6 tot 7 miljoen mensen onder modaal hebben daar wel wat aan. Ik was bij de radio, bij Jort Kelder. En ik zei, laten we nou starten met 600 euro. Toen zei Jort, dat is toch veel te weinig. Toen zei ik, ja, voor jou wel, maar voor je schoonmaker niet. En daar had Jort niet van terug. Maar Jort en die anderen gaan gewoon hun basisinkomen keurig netjes via de belasting terugbetalen. En dat is solidariteit. Nieuwe experimenten zullen weinig nieuws brengen. Ik denk dat de tijd van verandering is gekomen. Maar dan hebben we in de komende formatie wel een meerderheid nodig. In Finland wilden SP en GroenLinks een basisinkomen invoeren. Maar PvdA en CDA in Finland zeiden nee. En het resultaat is een gezamenlijke commissie om te onderzoeken. In Nederland wil de ChristenUnie, ik noemde ze al, mevrouw Carola Schuiten en D66 gedeeltelijk een soort negatieve inkomstenbelasting invoeren van een paar honderd euro. Te weinig, maar goed, het is een systeem en de toeslagen afschaffen. Maar CDA en VVD zeiden nee. En er gebeurt dus weinig. Nou jongens. Het enige wat er gebeurt is de kinderopvang wordt vrijwel gratis in 2005. Voor de rest gaat deze regering niks veranderen. Het is tijd voor een serieuze hervorming. De laatste was in 2001. Het hoogste inkomstentarief ging toen terug van 72 naar 52%. Wat veel mensen niet weten is dat in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk hebben ze 90% inkomstenbelastingtarief gehad in de jaren 50 en in de jaren 60. In Nederland zijn we nooit zo extreem geweest. En datzelfde rapport van Laura van der Geest zegt ook dat ondernemers nu 11% meer zijn gaan verdienen dankzij alle belastingveranderingen in de afgelopen tijd. 11% meer. En de vermogensongelijkheid is flink gegroeid. Na 8 jaar Balkenende en 12 jaar Rutte is er geniveleerd. Huh? Ja, grote delen van de middengroepen en de onderkant zijn nu even arm geworden. Mensen met een modaal inkomen houden netto maar 250 of 300 euro. 10 euro per dag meer over dan mensen aan de onderkant. En soms dus zelfs nul. Kortom, het moet eerlijker en het moet eenvoudiger. Allereerst maken we de gezondheidszorg weer vrijwel gratis. Dan kan de zorgtoeslag ook weg. D66-minister Koolmees was er ook voor. Ook zorgen we voor voldoende goedkope huurwoningen. Kindgebonden budget zetten we om in een hogere kinderbijslag. En laten we voor alle volwassenen tussen 18 en de AOW-leeftijd burgerbijslag of misschien een ander woord bestaansinkomen invoeren. AOW'ers laten we buiten beschouwing, die hebben een eigen systeem. Sommigen noemen dat al een basisinkomen. Als mensen nog nooit van het woord basisinkomen hebben gehoord, dan zeg ik dat is de AOW vanaf 18. En mensen begrijpen het dan ook als ze nog nooit van gehoord hebben. Hoe hoog moet dat bestaansinkomen dan worden? Nou, als we alle toeslagen en alle belastingkortingen afschaffen, dan komen we al heel eind. Alleen al die belastingkortingen bedragen nu ongeveer 600 euro per maand voor mensen met een inkomen tot modaal. En de toeslagen gaat om vele honderden euro's per maand. Als je dan kom je uit op een bedrag tussen 800 en 1000 euro. Een bedrag van 800 euro kunnen we makkelijk financieren. En mensen boven modaal, die moeten dan wat meer belasting betalen. En dat is ook redelijk, want zij gaan dan dat basisinkomen invoeren. En ze hebben al die kortingen en die toeslagen nu niet. Maar laten we beginnen met 1000 euro. 1000 euro is niet genoeg om van te leven. Als alleenstaande in de bijstand, Gerard, krijg je 1500 als je geen kinderen hebt. Ja, dan krijg je ongeveer 1500. Dus 1000 euro is niet genoeg. Als je kinderen hebt, krijg je nog meer. Dus een kleiner systeem van regelvrije bijstand blijft nodig. Ik heb zelf in de bijstand gezeten 40 jaar geleden. Ik mocht naar het buitenland gaan zo lang als ik wou.
Ik mag als commissielid hier in Amsterdam 250 gulden bijverdienen boven mijn 1000 gulden bijstand. Geen enkel probleem. Ik heb 8 jaar gesolliciteerd in 2,5 jaar. Alleen naar banen die ik echt wilde. Niemand die mij daar ooit naar gevraagd heeft. Dus we moeten in ieder geval terug naar regelvrije bijstand. Maar met z'n tweeën en je hebt 1000 euro, ben je met 2000 euro. Dat begint al wat te lijken. Het hele systeem moet eerlijker en eenvoudiger worden. En uitkeringen die hoger zijn dan die 1000 euro... blijven voor dat hogere bedrag ook bestaan. En hoe gaan we dat dan financieren? Nou, daar is Senna en anderen mee bezig. Die vermogensongelijkheid moet aangepakt worden. En dat levert al heel veel geld op. En de tegenwerping dat rijke mensen geen bestaansinkomen nodig hebben... snijdt geen hout, want zij gaan net zoals nu voor de AOW... en de kinderbijslag gewoon belasting betalen. Die werkende alleenstaande moeder houdt dan 5000 euro over... van haar 10.000 euro sprong in plaats van 1200 euro. Bijstandsgerechtigden komen dan makkelijker uit de bijstand. Ze houden dan minimaal de helft over... en ook kleine baantjes beginnen dan te lonen. Samenwonen wordt dan financieel aantrekkelijker. Nu is het zo dat samenwonen gestraft wordt... Ik ken mensen die gaan scheiden en zeggen... we nemen allebei een kind, dan zijn we samen beter af. In Amerika is het zo dat mensen aan de onderkant al niet meer gaan trouwen... omdat ze dan slechter af zijn. Waanzin. In het kader van het rood-groene compromis noemen we dit plat geen basisinkomen. Want velen in de PvdA en deels in GroenLinks vinden dat moeilijk. We noemen het bestaansinkomen of burgerbijslag... Of, zoals Yvonne Hofs in de Volkskrant zei, een heel saai ambtelijk, een vaste inkomensvergoeding. Wie kan daar nou tegen zijn? In de polder begint het draagvlak voor de verandering te groeien. De FNV heeft na 5 jaar interne discussie nu een positieve grondhouding ten aanzien van de basisinkomen. Ja, ze schreven dat niet van de daken, maar de meerderheid op hun congres was heel duidelijk. CNV-voorzitter Piet Fortuyn is zelf voorstander. Toen hij nog voorzitter was van de Industriebond CNV... zwingelde hij de interne discussie aan. En de meerderheid van zijn leden zei ja. MKB-voorhof Jacco Vonhoff wordt niet moe te betogen... dat het systeem van toeslagen dolgedraaid is en moet worden afgeschaft. En de voorvrouw van de werkgevers, Ingrid Thijssen... zelf lid van D66, zij heeft het nooit over labbekakken... zoals haar VVD-voorganger. Kortom, het draagvlak in de polder groeit. Ik rond af. Die rood-groene samenwerking, daar zijn we voor. En hoe intensief of hoe weinig intensief, dat komt allemaal wel. Maar laten we ook met frisse ideeën komen. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Op naar een hechte samenwerking... PvdA en GroenLinks met nieuwe tonen. Eerlijker en eenvoudiger. Op naar bestaanszekerheid voor iedereen... in de vorm van het bestaansinkomen... als stap op weg naar het basisinkomen. Nu trekken van de politieke bijeenkomst, zeer overtuigend. Hier zie je toch de resultaten van 40 jaar ervaring, hè? Dat telt toch wel door. Ik wou jou vragen of je kunt leven met het volgende. Wil jij straks extra actief meedoen met de dialoog, we hebben geen 3-gesprek, waarin we eigenlijk voortbouwen op jouw betoog, want ik wil dat als inleiding gebruiken op wat Koen Brunning doet. Vind je dat goed dat ik dat zo doe? Hij gaat ermee akkoord. Je voelt dat hij geen kant op kan. Dus ik bedank je met een tweede applaus, dat voorspel ik. Ah, waren ze maar allemaal zo. Senna Martoug, ik hoop dat ik het goed uitspreek. GroenLinks is er. Zij gaat in gesprek met Koen Brunning. Ik neem aan dat Koen haar voorstelt... en anders zal zij zelf niet aarzelen te vertellen waar ze voor staat. GroenLinks, waar staan zij? Er zitten genoeg partijgenoten, ook van de PvdA... die de rol van Barbara Katman kan overnemen... die onverhoopt en tegen haar zin hier niet is. Dat betreurt ze. Even over Koen Brunning. Koen Brunning, ik weet niet waar zit hij... want ik krijg Gerard de naam, regie, die zit hier. Kijk, dat is niet alleen een goed uitziende jonge man, hè? Dat was ik ooit ook. Maar
Dus ik weet hoe dat voelt. Jongen, maak er gebruik van, zou ik zeggen. Want dat gaat een keer over. Maar Koen Bruning is student, ik weet niet of ik het goed ga zeggen, maar politicologie, filosofie en economie. En dat is, zit in één pakket. Een beetje het pakket wat onze kroonprinses ook heeft gekozen bij die andere universiteit. Ze komt er, dat is natuurlijk treurig, niet aan toe om dat echt goed te kunnen studeren. Dat is treurig, hè, moeten we ook eerlijk zeggen. Maar het geeft aan dat hij in die hoek zit. Hij is een jaar of, ik schat hem, 23. Hij gaat interviewen, maar hij heeft natuurlijk zelf ook zijn opvatting. Dus ik hoop dat we geleidelijk aan naar een gelijkwaardig gesprek gaan. En niet alleen een interview, want hij zal dat natuurlijk keurig insteken. Maar dat hij straks ook onthult hoe hij er naar kijkt. Zit het niet in de vragen, dan gaan we het vragen. En we ronden zo af, laten we zeggen om een uur of vier, iets over vier, om dat nawoord nog even mogelijk te maken en die borrel niet te vernietigen door ons gepraat. Ik geef het woord aan Koen. Hier ga ik de microfoon herstellen. Ik vraag Senna naar voren te komen en haar rol te spelen. En dan bedoel ik rol in de serieuze zin. Is Senna er? Och, dat. Ik had wel een oplossing geweten, hoor. Maar ik ben blij dat je er bent en we zien elkaar voor het eerst. Mij is dat er genoegen. Wil je hier plaatsnemen? Dankjewel. Half uurtje. Dit moet niet al te lastig zijn, hè, Job? Hang af niet. Ja. Zit hij zo goed? Ik ga een beetje naar elkaar toe draaien. Dat is voor de foto eerlijker. Oh ja, we gaan gewoon een half uur lang even kijken of we goed zitten voor de foto. Ja. We zullen het onthouden. Nou ja, maak het maar belachelijk. Nou. Een beetje naar elkaar toe. Ja. Maar we willen de zaal ook zien. Ja. Goedemiddag allemaal. Harry, ten eerste even, ik richt me tot jou. Bedankt voor de mooie introductie. Een korte anekdote. Hij vertelde mij dat hij ooit meegeholpen heeft aan het creëren van mijn studie. Dus ik snap dat dat natuurlijk het meest belangrijke feit voor jou is over mij. Om mezelf nog even te introduceren. Verder schreef ik vorig jaar bij uitgeverij Prometheus een boek over vermogensongelijkheid en de effect die dat heeft op Nederland. En hoe het basisinkomen daar een oplossing voor is. En vandaag mag ik Senna interviewen. Dat boek ligt waar we net, als je richting de koffie liep, dan zag je zo'n heel stapeltje groene boeken. Ja? Dat, volgens mij, ik weet niet of je hem. Ja, hij is betaalbaar, inderdaad, ja. En ja, dus dat. En zoals ik al zei, voordat Senna natuurlijk ook het nodig vond om even te benoemen dat mijn boek daar ligt. Vertel iets meer over wat jij nu doet, Senna. Want de meeste mensen zullen je natuurlijk wel kennen, maar voordat we echt de inhoud induiken, je bent met van allerlei dingen natuurlijk bezig, zowel parlementair, maar ook daarbuiten. In lijn met de titel van deze dag, Voorbij het kapitalisme, je bent bij GroenLinks ook met iets bezig wat te maken heeft met hoe we voorbij het huidige systeem komen. Klopt dat? Zeg ja. Het wordt heel leuk als ik nee zeg. Dan is het. Een hele goede middag. Ik ben Senna Matoeg. Ik ben nu iets langer dan anderhalf jaar Kamerlid voor GroenLinks sinds de laatste verkiezingen. En vind het nog steeds ongemakkelijk om over mezelf te spreken. Dat is zo saai. En ik vind het heel leuk om hier te zijn, om twee redenen. Deze plek is heel bijzonder. Ik weet niet of iedereen ook al naar de wanden heeft gekeken. De onderschriften. Maar ook dat het heel bijzonder is dat deze plek er nog is. Dat die nog steeds eigendom is van de vakbond. Dat we hier kunnen zitten zonder zonder hele dure huur te betalen. Want er zijn ontzettend veel mooie panden waar veel gebeurd is die niet meer gezamenlijk eigendom zijn. Dus dat besef. Dus de plek vind ik heel mooi. Maar de gesprekken, ik was er niet sinds helemaal het begin. We hebben al zoveel dingen met elkaar geraakt. En ik hoop dat we in dit gesprek, in het verlengen daarvan, iets over wat wij in de Kamer doen, wat we in de samenleving doen, maar ook wat we gezamenlijk kunnen doen. Want niemand verandert in zijn eentje de wereld. Ja, maar je hebt dus eigenlijk nog niet verteld over wat je dan doet buitenparlementair, over hoe we voorbij het huidige systeem komen. Ja, dan zie je dat ik nog echt een broekie ben. Want ik dacht, ik doe zo'n trucje, weet je wel. Dat ik dan een ander antwoord geef en dat ik dan niet een antwoord hoef te geven. Maar Koen is een hele goede interviewer, dus ik kom het niet meer weg. Een van de dingen waar wij mee bezig zijn, dus ik ben iets langer dan anderhalf jaar Kamerlid. En ik weet nog, ik was kandidaat en ik was het verkiezingsprogramma aan het lezen. En ik was de rapporten aan het lezen. Er is ook al heel veel verwezen naar dat interdepartementale beleidsonderzoek. Dat was er toen nog niet. Maar heel veel mensen, wetenschappers, criticasters, politici, zijn aan het schrijven over die grote trends.
ook in Nederland, dat gelijke Nederland, hè? Dat diep, diep socialistische land, zoals onze premier altijd zo heel mooi zegt. En gaaf land, ja, heel goed. Ja, een van de dingen die mij heel snel bezig hield, ik ben zelf woordvoerder sociale zaken. Dus heel veel over arbeid, inkomen, werk, onze sociale zekerheid, hoe we dat met elkaar regelen. Maar daar kan je niet over nadenken als je niet ook nadenkt over hoe onze economie in elkaar zit. Onze economie in Nederland, maar ook in een geglobaliseerde wereld, internationaal. Wat zijn nou de mechanismen die we zien? En wat betekent dat voor de keuzes die we politiek maken in onze instituties? En hoe denken we daar dan over? En wie bepaalt dat? En hoe werkt dat? Toen zijn we aan de slag gegaan. En toen bleek dat heel veel mensen daarover na aan het denken waren. En al heel ver waren. En ik ben dan een beetje van de school. Ja, dan ga je niet in je eentje zitten bedenken. Dan maak je gebruik van de kennis die er is. Zoals we dat vandaag hier gezamenlijk ook doen. En dat hebben we nu samen met ons wetenschappelijk bureau. Dat heet dan een projecttitel. En dat heet Voorbij het kapitalisme. En de gedachte is, we zijn enorm goed in de probleemanalyse. En daar zijn we beter in geworden met elkaar. Je ziet de afgelopen 10 jaar, vandaag ook, hele scherpe analyses. Maar wat we nu nodig hebben, is dat we oplossingen hebben op de lange termijn waar we heen lopen, maar waar we ook morgen al mee kunnen beginnen. Want ik zit in die kamer, dan doen wij een voorstel. Dan zeggen we, willen een miljonairsbelasting willen. En dan zegt de Belastingdienst, ja, dat kan niet. Ja, dan is de discussie dood. Dus wat we nodig hebben is weten waar we heen willen, weten wat we morgen kunnen doen, weten hoe we instituties kunnen maken. En dat doen we in de Kamer, maar dat doen we ook daarbuiten met wetenschappers, met mensen die heel veel verschillende ideeën hebben. En dat project heet Voorbij het kapitalisme. Ja, ja, is dat een beter antwoord? Ja, absoluut, absoluut. Ik vraag het ook. Ik ben ga ze ook korter doen hoor, want dit was weer zo heel lang. Ja, nee, ik ga ook op een gegeven moment vragen of je het inderdaad in een minuut kan doen. Ja. Ik kan heel snel praten, dus dat scheelt. Maar ik ben er ook bij betrokken, dus ik weet dat er dus in augustus ook een mooi boek aan gaat komen bij Ambo Antos. Met al die linkse activisten en onderzoekers die dus samen een heel mooi betoog gaan schrijven over hoe het anders kan in het land. Over bestaanszekerheid gesproken. Vandaag zou er nog een andere spreker zijn die er helaas ook niet bij kon zijn. En hij heet Tim Sjongers. En hij is directeur van de Jordi Beckman Stichting van de PvdA. En zijn ster is reizende als het gaat om bestaanszekerheid. En hij is een heel belangrijke stem aan het worden, omdat hij, als we het hebben over het omkeren van ons denken, eigenlijk op een heel belangrijke wijze ons debat over bestaanszekerheid aan het herijken is. Zie jij een verandering in hoe wij over bestaanszekerheid nadenken, ook in het parlement? En zo ja, zou je daarop kunnen reflecteren? Wellicht ook in de context van ideeën zoals het basiskomen of een basisbaan en hoe we dat framen. Ja, dat is best een grote vraag. Dus ik probeer het behapbaar te beantwoorden. En ik vind het altijd belangrijk om te zeggen, ik heb niet dat ik, weet je, het soms lijkt dat dan zit je hier zo en dan alsof je alle antwoorden al hebt. Dus we stellen vragen, we hebben hypothesen. Soms denk ik, dit is een goed antwoord. Soms is het een onaffe gedachte. Ik vind het belangrijk om die ook te delen, want dan kom je verder. Wat Tim, en dat is zo belangrijk. Ik heb net iemand gesproken die dat heet tegenwoordig ervaringsdeskundige. Maar dat is gewoon heel veel kennis. Dan ben je pas echt doorgeleerd. Wie zegt, ja, ik heb ervaring met armoede in deze zaal? En we weten uit onderzoek dat als je vraagt, ken je mensen die ervaring met armoede hebben, dat dan veel meer mensen hun hand opsteken. Dus als ik die vraag aan jullie stel, wie steekt dan zijn hand op? En een van de kernpunten die Tim, en het is zo simpel, maar die zegt, de mensen die beslissen over ons beleid, bijvoorbeeld rond armoede, rond bestaanszekerheid, wie zijn dat? Hebben die, als ik de vraag stel, heeft u ervaring? Dan is het nee. Dat is echt heel raar. Het is belachelijk. Zo hebben we met elkaar die beleidsstoren of de beleidsmaking georganiseerd. En het is een beetje zoals dat je zegt van, nou, ik ga een heel ingewikkeld gebouw maken. Ja, wie heeft dat al wel eens eerder gedaan? Ja, niemand. Nou, top. Ja, laten we dat met elkaar doen. En wat Tim heel goed laat zien, is een paar dingen. Het eerste is dat zij die beslissen niet de juiste kennis altijd hebben en ook niet de juiste kennis aan tafel brengen. Want even, je hoeft niet in je eentje alle kennis te hebben. Dat is het hele punt. Je hebt een jurist nodig die een wet kan maken. Dat is ook belangrijk. Maar je kunt niet alleen maar met juristen dat soort problemen oplossen. Dat is één. Het tweede wat hij heel, heel mooi laat zien is hoe we doorgeslagen zijn om het maar alleen maar over de randvoorwaarden te hebben en niet de kern van bestaanszekerheid aanpakken. Dus als het niet goed gaat met mensen, wat ze nodig hebben is een dak boven hun hoofd of inkomen. Maar wat wij dan zeggen is, nou, wat jij echt nodig hebt is een budgetcoach.
Wij gaan jou leren om met geld om te gaan. En daar zijn we bereid heel veel geld aan uit te geven. We halen een ZZP'er uit Zwolle om in Den Haag een training te geven. Maar nee, dat geld gaan we niet aan u geven. En wat hij heel goed doet, is niet alleen maar in de grote beleidsvraagstukken, waar we het vandaag ook over hebben, is basisinkomen een oplossing? Hoe richt je dat in? Welke instituties richt je in? Maar ook in onze aannames over hoe we oplossingen. Dus waarom pakken we niet de helft van het budget van die ZZP'er en zeggen in dat wijkcentrum tegen drie jongeren, hier heb je een stuk. Kijk eens wat je gaat doen. Wat gebeurt er dan? En hij daagt ons dus enorm uit. En hij daagt ook zij en ons allemaal in de politiek, maar ook in de beleidstorens over hoe we omgaan met armoede. En dat is echt een spiegel. En dat is een spiegel. Nee, dat is... Er is geen enkele absolute waarheid. Maar die spiegel is wel nodig om dingen anders te gaan doen. Nee. Dus hij geeft ons een spiegel ook betreft de vertrouwenscrisis die er nu lijkt te bestaan tussen de burger en overheid, die natuurlijk al een heel lange tijd speelt. Zijn twee onderzoekers, Jos de Voogd en René Couperus, die natuurlijk een heel mooi rapport hebben uitgebracht. Het heet de Atlas van Afgehaakt Nederland, waarin je eigenlijk heel mooi geografisch ziet hoe de verschillen in Nederland zijn uitvergroot. Of dat nu op politieke voorkeuren is, tot aan armoede en ga zo maar door. Want je hebt nog geen vraag gesteld. Een van mijn laatste ergernissen, en ik ga die gewoon even met jullie delen, is... We hebben de laatste tijd spreken we heel veel over stad en platteland. Zo heel plat, digitoom, dat is een verschil. Mijn ervaring steeds meer is eigenlijk, op alle plekken waar je komt, hebben mensen hele gedeelde ervaringen. Maar omdat we elkaar niet ontmoeten, vinden we de taal er niet voor, herkennen we elkaar niet en creëren we tegenstellingen die er soms niet zijn. Terwijl als ik in Heerlen op werkbezoek ben of ik ben op werkbezoek in Rotterdam-Zuid, zie ik mensen die me eigenlijk precies hetzelfde vertellen. Alleen, we denken heel verschillend over elkaar. Ja. Dus nou ja, dat wel ik even gezegd heb. Terwijl ik waardeer het werk enorm, maar ik zou het jammer vinden als we de platitude, want er is niet één simpele werkelijkheid. Ja. Stad en platteland is te simpel. Ja, en dan zegt bijvoorbeeld Tim ook andere mensen dan, die mensen zijn niet afgehaakt, maar die zijn afgehaakt gemaakt. Een aantal Kamerleden die ik sprak over het basiskomen van de PvdA GroenLinks, die sloegen heel erg aan op het idee van dat het ook die vertrouwenskiezers zou kunnen oplossen. Dat het niet per se gaat om, het is een idee en we willen dat per se invoeren, ongeacht de uitkomsten. Maar het kan ook in een context gaan staan van hoe we die burger weer vertrouwen kunnen gaan bieden en mogelijkheden kunnen gaan bieden om ofwel in een eigen omgeving iets bij te dragen, maar nog belangrijker, om elkaar te ontmoeten. Zie jij dat ook, dat een vorm daarvan daar heel erg aan bij kan dragen? Want ik was eigenlijk al een beetje aan het voorsorteren op dit antwoord van dat ontmoetingsaspect ervan. Nou, wat ik heel moeilijk vind, en daarom vond ik de betogen vandaag zo goed, is, ik heb nu veel gelezen over het basisinkomen en er zijn heel veel verschillende soorten basisinkomens. Dus een van de dingen die ik heb geleerd, dan zeggen mensen, ik ben voor een basisinkomen. Dan vraag ik, wat bedoel je? Want dat maakt nogal wat uit. En ik vind, Alexander die deed dat net mooi ook in zijn betoog, 2.0. Ik heb met mijn simpele, iets langer dan anderhalve jaar in de Kamer geleerd dat je nooit een instrument heilig moet maken. Dus dat vind ik is voor mij ook met het basisinkomen zo. Want als je een instrument heilig maakt, dan wordt dat is een middel voor een doel. En wat is dat doel? Goed leven, veilig leven, zorgzaam met elkaar, andere waarden heel belangrijk maken en kunnen bestaan. Zeker kunnen zijn van je bestaan, zodat wij als mensen ons kunnen ontplooien ook richting elkaar. Dat is wat mij betreft het doel. En een van de analyses die ik zou zeggen, is dat we op dit moment economische waarden of sommige belangen groter maken in ons dagelijks leven, zo groot gemaakt hebben, doen we allemaal zelf aan mee, dat de inrichting van de samenleving daardoor beheerst wordt, maar ook onze eigen tijd steeds meer. En ook hoe we over ons nadenken, over onszelf. Laat dat nog even afmaken en dan gaan we straks naar de vragen toe. Ik meen het serieus. Ik hou er niet van als mensen tijdens het gesprek door een vraag stellen. We kunnen dat echt zo doen. En wat ik wilde gaan zeggen was dat zelfs over hoe we over onszelf nadenken. Als ik aan iemand vraag en ik ga kennis maken van wie ben jij of wat doe je... Of wie ben jij? Ik krijg heel vaak het beroep terug. Dat zegt iets over hoe wij over onszelf als mensen nadenken. Even snel voorwoord naar het antwoord op de vraag. Ik vind het heel schokkend dat in hoe we de samenleving organiseren, het dus nu lukt. Ik kan elke avond naar McDonald's met de auto of 's avonds langs. Neem maar even serieus. Dat lukt ons om elke dag te organiseren. Vaak tot 1 uur 's nachts, soms tot 10 uur. Dat zijn niet banen met een hoog inkomen. Het lukt ons als samenleving om dat elke dag georganiseerd. Er is niet een dag dat een McDonald's dicht is. Er zijn plekken
waar de ambulancepost niet georganiseerd kan. Dat zijn banen met hoger inkomen. Dat zijn anders ingesteld. En waarom ik dit zeg, is alleen maar in inkomen voorzien, is niet. Ik zou willen dat dat het antwoord was. Maar, en dat is een van de dingen die ik heel erg geleerd heb met ons project nu. Hoe breken we die logica's waarin we bepaalde economische belangen dominanter maken? Want als een basisinkomen, wat ik denk, bijvoorbeeld, wij hebben in ons programma nu een verzilverbare heffingskorting. Iedereen een bepaald bedrag wat je allemaal krijgt, denk een goed instrument. Zeker met de versimpeling van de belastingen. Daar ben ik groot voorstander van. Maar in het gesprek wat we vandaag hadden, dat probleem, dat veelkoppige monster over hoe onze samenleving nu georganiseerd is. Ik zou willen dat één instrument al die problemen zou oplossen. Mijn analyse tot nu toe is, dat is niet zo. We moeten iets anders doen. We moeten namelijk dat belang en de waarden die dominant zijn bij keuzes, moeten we doorbreken. Want als je dat niet doet, dan blijft het zo dat we elke dag McDonald's hebben die open is. Maar het ons steeds minder lukt als samenleving om andere dingen die we echt van waarde vinden te organiseren. Ja. Ik heb niet één oplossing. Volgens mij wij allemaal niet. Maar dat is wat mij betreft de kern van het gesprek. En daar speelt een basisinkomen, is denk ik daar een onderdeel van dat hele essentiële gesprek. Ja. Een aantal keer vandaag kwam ook een beetje een vraag, expliciet of impliciet of direct of indirect, voorbij, die raakte aan hoe we eigenlijk nou politieke verandering gaan bewerkstelligen. Dat doen we natuurlijk door bij elkaar te komen en hier met z'n allen met elkaar de discussie aan te gaan over dit onderwerp, maar ook over politiek en wat politiek precies is. Maar het gaat natuurlijk ook over de vertaalslag enerzijds en hoe politieke ideeën ingang krijgen. Tot nog toe, en ik heb veel kritiek op Alexander, dan zeg ik, Alexander, waarom gaan we het nou steeds laten doorrekenen door het CPB? Want ik denk niet dat dat mensen echt inspireert. Het moet een breder, groter, inspirerend verhaal zijn. En ik merkte al in zijn speech net dat hij dat al een beetje mee had genomen. Hij wordt bezig. Precies. Alleen, jij hebt natuurlijk ook veel ervaring in de ambtenarij. En jij denkt ook veel na over hoe ideeën daar, zeg maar, ingang vinden via de ambtenarij naar de politiek. Zie je daar ook andere nieuwe denkbeelden over bestaanszekerheid? En wat betekent dat dan precies voor een idee als een basisinkomen? Dat is een grote vraag. Ja. Dus één, ik denk dat er heel veel dingen tegelijkertijd nodig zijn. Dus dat wij hier bij elkaar zitten in dit zaaltje, dat we luisteren naar een wetenschapper in een rol, dat we een goede column krijgen, dat Alexander zijn vurige betoog hield, wat schijnbaar nog vuriger dan het hiervoor was, met dank aan Koen. Dat is ook een onderdeel ervan. Maar laat ik gewoon even heel plat zeggen. Als wij alleen maar met deze groep elke keer, elk jaar dit gesprek zouden hebben, ja, komen we geen stap verder. Dan overtuigen we elkaar een beetje, leer ik wat, leren we elkaar. Nou, dan blijft dat binnen deze groep. Ik zou dat zonde vinden. Dus een van de dingen die volgens mij nodig zijn, is dat je deze gesprekken, misschien met andere taal, met mensen in je directe omgeving, zijn we niet gewend. Hebben we dit soort gesprekken wel eens met de buren? Als je elkaar treft bij boodschappen doen of op de markt. En daar heb je heel veel verschillende dingen voor nodig. Dus ik vind dit plaatje waar Alexander het over had. Ja, ik noem dit het best bewaarde geheim van Nederland. Nee, en wij weten het allemaal. Dit is het plaatje van de cijfers die Alexander noemde en die volgens mij in de vorige column ook genoemd werden. Namelijk dat het in Nederland zo is dat de belastingdruk, voor de belasting- en premiedruk, als ik het juist feitelijk zeg, voor de allerrijkste het laagste is, namelijk 20%. En voor de mensen die de onderste helft van Nederland is dat 55. Voor heel veel mensen is dit een feit wat ze niet kennen. En het is een feit wat wij met elkaar kennen. Mensen geloven het gewoon niet. Die zeggen, nee joh, dat is hartstikke eerlijk geregeld in Nederland. En dat zou mijn antwoord op jouw vraag zijn. Het feit dat een onafhankelijke ambtelijke commissie besluit om onderzoek te doen naar de vermogensongelijkheid, los van politieke sturing, omdat zij denken, in alle trends die we zien is dit een probleem, dat is heel belangrijk. Het is dan vervolgens aan de politiek om daar iets mee te doen. Maar heel lang was dat geen probleem in Nederland. Zeiden we, moeten het over inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid? Nee, Amerikaanse discussie. Maar zijn we er dan als er een rapport ligt? Nee, tuurlijk niet. Dat hebben die mensen netjes gedaan. Er zitten mooie cijfers in. Centraal Planbureau doet wat. We gaan door. De vraag is vervolgens, wat doen we met dat gegeven? Wat doen we met dat feit? En als ik naar dit plaatje kijk, dan denk ik altijd maar, de mensen die hier zitten, wij zijn wel met meer. Ja. En er zullen vast natuurlijk wat... Hoe noem je dat? Adjectieven of bijvoeglijk naamwoorden in de lucht geslingerd worden wanneer mensen dat zien, wanneer je het in een woonwijk, weet ik, hoe noem je dat? Een wijkgemeenschap, waar dan ook je bent, dit laat zien inderdaad. Dus dat is natuurlijk ook iets wat met taal te maken heeft.
Als Barbara Katman hier ook had gezeten, dan had ik ook wel gevraagd naar jullie SZW-visie die jullie aan het maken zijn. En het bruggetje is dan ook een beetje dat jullie daar ook het land mee ingaan. En dat sluit volgens mij ook aan bij wat je net zegt, dat je als GroenLinks en het PvdA zijnde toch twee partijen die op een eigen manier verwijten krijgen dat ze niet in contact staan met normale burgers, of juist niet in contact staan met mensen die zich afgehaakt voelen of zich niet verbonden voelen met de politiek. Hoe valt zo'n valt voor jou, en je bent er natuurlijk net al een beetje op ingegaan, tot ziens, jullie tour, jullie SZW-visietour daar een beetje in? En dan zou ik weer het brugje naar basis komen kunnen maken, maar hoe zie je daar voor jezelf dat je daar ideeën leert anders te verwoorden? En wat leert ons dat dan voor iedereen hier, als wij onze eigen ideeën waar we voor staan proberen te verwoorden, in een omgeving waar we niet altijd gewend zijn om te spreken? Ik hoorde net iemand fluisteren. We gaan zo hopelijk ook naar vragen uit de zaal van hoe organiseer je dat? Dat is volgens mij de kernvraag. En het eerlijke antwoord, want ik ga hier niet in mijn eentje één kamerlid van een partij samenwerken met anderen en dan zeggen, nou zo, vanuit Den Haag weten we dat en zo doe je. Het eerlijke antwoord is dat alle vormen die we hadden om dingen te organiseren, die werken steeds minder. En daar hebben wij zelf als individu, als mensen ook een rol in. Dus in dit vakbondshuis waar we zitten, een van de mooiste instituties die we hadden om de macht van de arbeider te organiseren, ook dat lukt steeds minder. Terwijl we met elkaar dat belang heel erg herkennen en erkennen. Mensen werken daar hard voor. Zijn mensen nog steeds lid? Maar er zijn ook steeds meer mensen die zeggen, ik word niet lid, het maakt niet meer uit. Of ik doe het zelf. Of we hadden net dat onderzoek. Ik spreek heel veel zelfstandigen die zeggen, ik geloof het gewoon niet meer. Ik geloof niet meer dat we met elkaar in solidariteit en collectiviteit en sociale zekerheid hebben. Dus ja, dan regel ik het maar voor mezelf. Die kernvraag, hoe organiseren we met grote groepen mensen met verschillende levens onze gezamenlijke belangen zo dat we samen sterker staan? Soms betekent dat een stukje van je eigen vrijheid inleveren, uit vrijheid, om collectiviteit te hebben. Ik heb daar geen antwoord op en volgens mij hebben we dat als links ook niet meer. We hebben hele goede instrumenten, we hebben beleidsvoornemens, we hebben plannen. En ik pak het SP-programma, ik pak het PvdA-programma en het GroenLinks-programma en die belastingherziening, ja, dat lijkt enorm op elkaar. En er zitten nuanceverschillen in en daar kunnen we het over hebben. Maar het grote antwoord is, links is nog nooit zo klein geweest. En dan kijk ik naar een van die posters hier die daar staat. En dat komt ook, ik spreek heel veel mensen die geloven het gewoon niet meer. Die zeggen, ja, mooie praatjes. Vind je het gek? Als jouw leven, als iedereen de hele tijd tegen jou zegt, al jaren, hartstikke mooi land, lekker gaaf. En jij zit gewoon in de shit. Ja, dan geloof je het ook niet. Als jij niet meer rond kunt komen, want de kosten blijven maar stijgen. En je gaat het ook merken, ja, dat waren andere mensen die arm waren, niet ik. Nee, dat zijn andere mensen, die zullen vast foute keuzes gemaakt hebben. En dan zitten mensen opeens verrek met een modaal inkomen, met z'n tweetjes, studerende kinderen denken, wat? Wij kunnen ook geen huis meer vinden, maar dat was niet de bedoeling. Dat hebben we met elkaar ook een beetje mogelijk gemaakt. En de vraag is, hoe keer je dat? En daar, die vraag zijn wij ook aan het beantwoorden. Naast ideeën, naast levenservaring, naast richting geven voor het land, wat we morgen kunnen doen, maar ook, hoe doen we dat samen? En mijn hypothese op dit moment, dat is helemaal niet alleen maar een leuk verhaal. Dat is niet alleen maar hoepa en groot en meeslepend. Dat is heel hard werken. Dat mensen in de ogen aankijken en denken, wij zitten in hetzelfde schuitje. Ik ga u vertrouwen. Wij gaan elkaar vertrouwen. Wij durven onze tijd daarvoor in te zetten. En om heel eerlijk te zijn, als de politiek je al zo lang teleurgesteld heeft, ja, dan denk je op een gegeven moment, ja, laat ik het maar voor mezelf gaan doen. En omdat wij niet vanuit Den Haag dat kunnen bedenken, is het onze taak een opdracht om aan mensen te vragen, niet alleen wat heb je nodig, maar hoe gaan we dat samen bouwen? En gaan we langs voorbeelden, plekken waar mensen dat doen? En soms is dat een wijkcentrum van bewoners die dat zelf hebben opgekocht en dat organiseren. Dat is naar mensen toe die in problemen zitten, om daar niet alleen inspiratie op te halen, maar samen mee te werken aan iets. Mm-hmm. Maar ik weet niet waar die reis heen gaat en dat gaan we de aankomende maanden doen. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Maar? Maar. Helemaal niet maar. Ik probeer altijd en te zeggen. Okay. Ik vind het heel mooi wat je zegt en. Alleen, als ik... Nog even, wacht. Als ik, zoals ik al zei, meneer, zo dadelijk kunt u een vraag stellen. Alleen als ik een VVD'er zou spreken over politiek, dan gaat hij ook tegen mij, hij of zij gaan ook tegen mij zeggen, ja, laten we elkaar vertrouwen, laten we dingen samen doen. Maar aan het eind van de dag komen ze beleid, zien ze het beleid en het regeerakkoord en denken, nou, ze hebben mij uiteindelijk helemaal niet vertrouwd. Het basisinkomen in die zin, de onvoorwaardelijkheid ervan, of het nu een basisinkomen is of andere regelingen die je onvoorwaardelijk uitkeert.
dat zou ook inderdaad in die zin heel krachtig kunnen zijn. Dat je iemand, dat je ook kan committeren aan dat idee of een idee wat van onvoorwaardelijk uitgaat. En daardoor echt dat vertrouwensaspect aan politiek kan verbeteren. Tot slot ook omdat het mensen zelf de mogelijkheid geeft om tegenmacht te zijn ten opzichte van de politiek. Tot slot dan, en dan gaan we echt naar de vraag, toch Koen? Nee, maar tot slot oprecht, als ik naar GroenLinks kijk, de stap die wij gezet hebben, want heel lang was de gedachte, ja, dan ga je geld geven aan mensen die het al hebben. Dat is zonde. Nee, maar dat is, en even, dat is niet een onzinnig argument. Dat is ook zo. Want Jort Kelder die krijgt ook 600 euro in het voorstel van Alexander. En ook in die verzilverbare heffingskorting die nu ons programma is. En dat is ook het verhaal. We zijn nu bezig met die... ik ben niet helemaal blij met die plannen. Maar naar meer richting een voorziening bij kinderopvang. En dan zeggen mensen, dat is denivelerend. En dat is ook zo. Je kunt dat alleen maar doen als daarnaast een agenda zit waarin de lasten ook gelijk verdeeld worden. En dat is de stap die we met elkaar gezet hebben. Dat je die twee agendas samengaan. En het eerlijke antwoord is dat ik op dit moment zie ik heel veel beweging aan die voorzienlijke kant, meer dan aan die lastenkant. En dat is spannend. Want dit verhaal gaat voor mij, in ieder geval in de GroenLinks familie, alleen maar op, volgens mij ook voor Alexander, als die twee hand in hand gaan. Want als we allemaal voorziening gaan organiseren voor de hele groep, wat ik goed vind, en we gaan lasten niet eerlijk verdelen, ja, dan op een gegeven moment is het geld op en dan kun je het niet meer doen. En dan is het, ja, sorry, daar stoppen we dan mee. En dat is een stukje voor mij voor het politieke dilemma. En dat is een van de grootste verschillen, denk ik ook, tussen rechtse partijen en linkse partijen. Want soms kunnen we het best wel eens worden over de voorzieningen die we voor alle burgers moeten doen. Maar de vraag is, hoe verdelen we die last vervolgens? Zijn we het inherent oneens in die politieke strijd. Ja. Duidelijk, naar de zaal. Naar de zaal. Koen. Meneer daarachter. Koen. Oh, sorry, wat wil je over mij zeggen? Nee, maar het heel goed, want dat dreigt anders opstand. Precies, ja. Voelt het goed aan. Goed zo, pak de macht. Spreek even de microfoon als je wil. Oh ja. Wordt het opgenomen? Oh, dan wordt het opgenomen. Nee, ik wilde even een vraag stellen. Ik heb trouwens, mevrouw Senna was ook een keer in het pakhuis, geloof ik, en toen heeft ze zoiets gezegd van, nou, over 8 jaar wil ik nog wel eens over het basisinkomen nadenken. Maar er zit hier nu toch een zaal die in de grote overwegende meerderheid het basisinkomen als een prima oplossing ziet, dat onvoorwaardelijke verschaffen van geld aan individuen. En nou, heel veel antwoord heb ik daar niet op gekregen. Alexander noemde in zijn betoog ook nog even... Kun je er een vraag van maken? Het gegeven van een basisinkomenonderzoek in Catalonië. Waarom wordt niet vanuit deze zaal op een of andere manier door gemeenteraadsleden die hier zitten in alle steden in Amsterdam, maar ook in andere steden, ik weet niet of die hier zijn, harder gewerkt om dit soort grote experimenten zoals in Barcelona, waar 80, 90 miljoen wordt uitgegeven om dat onderzoek te doen plaatsvinden voor een groep van 5000 inwoners die 800 per individu en 300 per kind krijgen. Waarom wordt er niet vanuit deze zaal ook en vanuit de politiek wat harder gevochten om dit soort experimenten tot stand te brengen? Waarom begin je niet, net als anderen dat doen, met grote experimenten? Dat is de vraag. Wil ze goed zijn te gaan zitten? Ja. Dan kan hiervoor straks nog een tweede vraag komen. Koen doet natuurlijk volledig mee in de beantwoording, hè, voor de goede orde. Oké, is goed. Nee, dan, mag ik hem beantwoorden? Moet ik wachten nog? Ja, geef antwoorden als je wil. Volgens mij, ik heb drie antwoorden, heel kort. Eerste antwoord, onder andere dankzij Alexander's en moties op het congres, is GroenLinks voor een basisinkomen. De invulling die we nu hebben is tweeledig. 1, minder regels in de bijstand, maar vooral een verzilverbare heffingskorting en belastingen voor alle burgers. Dus dat is het eerste antwoord. Over die experimenten in gemeentes, dat gebeurt. Groningen gebeurt, Eindhoven, supermooi paper wat er nu aankomt, ook van de Universiteit van Tilburg aan meegewerkt, over het bouwdepot. Een groep jongeren die zonder voorwaarden geld gekregen hebben. Om dat experiment te moeten doen, is,
is de gemeente is naar de rechter hebben ze moeten gaan. Omdat het ministerie zei, dit is tegen de regels, dit mag niet. Hebben ze doorgezet. Dus, en wij stellen daar vragen ook over, ook met collega's van de PvdA. Om dat soort ruimtes mogelijk te blijven maken. Zodat we ook evidentie hebben over, en dit is specifiek ook in de participatiewet en in de bijstand. Om dat te kunnen doen. En volgens mij zijn ook heel veel collega's in de raad, in verschillende steden. Die zetten zich hiervoor in. Kom. Dus ik vind het een hele goede suggestie. Heb jij daar een reactie op? Deze niet. En dan komt er een tweede vraag. Ja. Misschien wil jij die dan als eerste pakken. Ja. Hier voorin, ik tel nog 3, 4 mogelijkheden. Ik heb jullie gezien. Ja, ja. Meer handen zijn niet welkom. Ik ga hier, ja, voor de goede orde. Nee, ja, maar nu echt, Gerard, je hebt echt vaak het woord gehad. Ja, ga je gang. Ja. Oh, ja. Allereerst, Senna is, ben heel blij met Senna. Zij is de beste Kamerlid wat de PvdA nooit gehad heeft. Ik ben van de PvdA. En ik ben heel blij met de dingen die je zegt over van maak het instrument niet het doel. En zorg dus dat je ook kijkt naar de doelen en de middelen die je daarbij inzet en dat het complexer is dan 1 maatregel in te zetten. Beginvraag van deze discussie was van jou volgens mij van samenwerking tussen PvdA en GroenLinks en zijn daar compromissen in. Ik heb het niet gezegd, maar ik vind het heel briljant geworden. Oké, dan heeft iemand anders dat gezegd. Binnen de PvdA Arbeid hebben we een beweging linksom in de PvdA. Ja. Ik ben mede oprichter van. En wij hebben een idee ontwikkeld om daar iets aan te doen. Dat noemen we het zekerheidsinkomen. En daar wil ik graag een reactie op, van hoe men daar naar kijkt. Het hoofdpunten van het zekerheidsinkomen is 1, heel hoog, niet 1000 euro, maar tenminste 1500 euro. Dat alleen dan bestrijd je armoede. 2, maak het individueel. Maak de uitkering individueel, zodat de controle op levensvormen verdwijnt. 3, ontkoppel de verplichting van de uitkering van de arbeidsbemiddeling. Maak het vrijwillig en maak er een recht van op werk in plaats van een plicht. Maak het onconditioneel, zonder conditie. Ja, maar 4, maak het niet onconditioneel wat betreft inkomen en vermogen. Want dat betekent dat van de ongeveer 650.000 mensen die nu een uitkering hebben, bijstand, bijjong en het inkomensvangnet, we overgaan naar een uitkering voor 10 miljoen mensen. En de financiering daarvan kunnen we best in de vermogensbelasting allerlei vormen vinden. Maar ik vind dat zonde van dat geld. Want we hebben heel veel problemen. Ja, maar nu wil je dus veel problemen. Dus daar wil ik graag een reactie op. Maar reactie. Koen begint even. Ja, natuurlijk. En leg dan de vloer voor jou. Drie vragen achter elkaar. Ja. Ik zie daar iemand heel veel. Ja. Gauw het woord. Wat ik altijd heel consistent herhaal, of het nu was in mijn interview met VPRO Tegenlicht of recent in sociale vraagstukken met Bas Jacobs, is dat naar mijn mening die 1000 euro het beste bedrag is om mee te beginnen. Ten eerste, omdat je ziet dat als je in de peilingen kijkt naar de steun voor het idee, dat die 1000 euro het meeste steun vindt. Dus dat is een beetje pragmatisch. Haalbaarheid. Dan ten tweede, want ik had ook denk ik 3, 4 punten. Dan ten tweede is het punt dat je naast dat basisinkomen, wat je dan iedereen geeft, een vloer om op te staan, kan je al die andere voorzieningen beter en moet je die ook beter gaan regelen. Dus dan hebben we het over heel veel sociale voorzieningen die vanaf de jaren 80 op de markt zijn gegooid, onder het mom van het daardoor efficiënter kunnen regelen, blijkt dat dat niet zo is. Dat het duurder is geworden, dat de uitvoeringen van ook lastig is geworden, die haal je weer terug naar de overheid en ga je ook proberen democratischer te regelen. Dat laat je naast dat basisinkomen bestaan, waardoor je er ook voor zorgt dat dat bedrag genoeg is. En dat is hoe ik er naar kijk. Dus enerzijds de haalbaarheid om een steun voor te vinden, omdat je ziet dat de meeste mensen denken 1000 euro, dat is een mooi bedrag. En vervolgens vind je die steun en je bouwt er een verhaal omheen. En dan kan je ook al die andere dingen gaan doen die je nodig hebt. Een pragmatische houding van stapsgewijs op weg naar. Dan naar... Ja, het is zoveel gezegd en ik zie allemaal vragen. Senna, dus ik ga heel kort antwoorden. Dus het eerste is een beetje een flauw antwoord. Want ik heb altijd een beetje een regel. Als ik op een voorstel reageer, wil ik het gelezen hebben. En ik weet dat jij het voorstel hebt. En Barbara Katman heeft het volgens mij ook in haar mailbox. Dus ik ga niet uit het niks. Dus ik vind ook serieus werk moet je serieus naar kijken. Dus ik kan niet in detail reageren op
dat plan. Op alle vier die punten. Dus nee. Dat is het flauwe antwoord. Wat ik wel, en ik hoop dat jullie dat ook meenemen. Als we niet uitkijken, zijn we alleen maar een gesprek aan het houden over wat we kunnen doen met publieke voorzieningen. En aan de belastingenkant. Terwijl een van de dingen die we zo als samenleving weggegeven hebben, heel veel ruimte gegeven, is die marktmacht. Wie beslist nou? En als we daar niks aan doen, in welk stelsel je ook kiest met een basisinkomen, van 1000 is of meer. En het blijft zo dat als jij je arbeid aanbiedt en in de organisatie van wat we een bedrijf noemen, het zo is dat het CEO-inkomen dit doet, het kapitaal dit doet. En het belang van werk of andere vormen zo is, dan blijven we een probleem hebben. En dat is wel, en dat bedoelde ik net als net met de discussie over lasten en verdeling, die gaan samen. En heel eerlijk, daar zijn we steeds minder goed in. Zowel de macht binnen een bedrijf als de macht die marktmechanismen hebben over ons leven. Dus ik vind dit een interessante discussie. Er moet ook een systeeminterventie komen. Ja, en alleen maar ons stukje herverdeling is niet genoeg, punt. Nee. Daar gaat het. Ja, sfeer is nu gespannen. Ga je gang. Ga je gang. Dan hoop ik dat we het ook een beetje kunnen ontspannen. Mijn naam is Sylvia, ik ben de FG van de Vereniging Basisinkomen. Mag ik dat vertellen, Alexander? Ja, het is al te laat, goed, het is er al uit. Koen, een eerste vraag aan jou. Heb jij zelf ervaring met armoede? Persoonlijke ervaring? Ja. Okay. Daarom ook dat ik in het begin van de... dat ik in het begin van de dag ook ging zitten toen Gerard die vraag stelde of ik zelf ervaring had met... hij vroeg de participatiewet, dus daar maakte ik zelf de fout in. Maar ik heb een vorm van autisme. Dus ik heb vroeger ook PGB-budget gekregen. En ik heb op allerlei wijze natuurlijk... jezelf staande moeten houden. Ben in aanraking gekomen met de instituties. En wat mij daarvan het meeste bijblijft, omdat ik Dennis een vervolgvraag wil stellen... Ja, is gewoon dat je dan met je moeder voor de zoveelste keer op bezoek gaat en dat zij huilt, omdat we weer moeten bewijzen dat ik recht heb op het PGB-budget. Ja. Terwijl ik het toen echt nog steeds nodig had. En zonder dat PGB-budget en even nog natuurlijk van de steun van mijn ouders, had ik me ook nooit zo kunnen ontwikkelen en kunnen socialiseren dat ik hier nu kan zitten en bijna lijkt alsof ik... Weet je, even los van hoe je dat ook definieert, want iedereen heeft een rol te spelen in dit land. Ja. Maar dat ja, dus ja. Goed, dan zal ik nu richting... Dan ga ik nu richting de vraag. En misschien mag ik dan een klein stukje van een stukje persoonlijke ervaring delen. Ik vrees een betoog, hè? Dus doe dat niet. Nee, het wordt geen betoog. Maar in de coronatijd heb ik overleefd door middel van een WW-recht wat ik opgebouwd had. Dat heb ik gebruikt. En dat vloeit op een gegeven moment door in de participatiewet. Dan krijg je een hele beoordeling. Dan moet je het hemd van je lijf laten zien. En uiteindelijk heb ik bezwaar gemaakt tegen mijn uitkering. Niet omdat ik recht op had, niet voor de hoogte. Maar ik heb gevraagd naar de grondslag waarom ik een proces op me krijg... waarbij ik 4, 5, 6 mensen met een salarisinkomen van 3.000 tot 4.000 tot 5.000 euro in leven houdt. Ja. Of ze dat kunnen aangeven wat daar de grondslag voor is om dat op mij te laten rusten. Ja. Inmiddels hebben ze... ze moeten nog de bezwaarperiode ingaan. Die hebben ze niet opgevolgd en mij laten ze daardoor met rust. Dat zegt iets over Nederland. Ja. Maar daardoor is bij mij ook de vraag, en dat vind ik wel interessant om te vragen aan de onderzoeker van de Universiteit Leiden. Ja. Is er ook onderzocht hoeveel ambtenaren wij ook richting het basisinkomen moeten laten afvloeien wanneer we gebruik gaan maken van het basisinkomen? Ja. Want dat onderzoek mis ik eigenlijk overal. Nou, Koen wil daar iets op reageren, want aan hem was die tweede vraag. Als laatste nog even, ik zul straks nog een extra applaus voor Alexander, want niemand weet... Ik ga het zeggen. Ja. Niemand weet hoeveel dat jij eigenlijk al jaren doet. Ik zie dat dus van dichtbij. En ik heb daar reuze veel bewondering voor. Wow. Ja, als dit maar geen gewoonte wordt, jongens. Waar gaan we naartoe? Kort over ambtenaren gesproken. Wat we ook vanaf de jaren 80 steeds meer zijn gaan zien, is dat die overheid steeds groter is geworden. We hebben steeds meer ambtenaren om heel veel dingen te regelen. Obesitas, hè? Die we vroeger als samenleving regelden. En dat noem je dan verstatelijking. En dan zegt bijvoorbeeld Herman Schenk Willing dat het ervoor zorgt dat er geen tegenmacht is meer vanuit de maatschappij. Dat ten eerste.
Maar dan ten tweede, wat ik ook in mijn eigen boek uiteenzet, is wat gebeurt er nou wanneer we dit idee invoeren? Wat voor nieuwe organisatie van bijvoorbeeld gemeente kan je in werking gaan stellen? Bijvoorbeeld als je dat naast kleinschalige vormen van basisbanen laat bestaan. Of coöperaties op het gebied van energie, wind, voedsel, ga zo door. Dan krijg je hopelijk een situatie waarin, als we het over ambtenaren hebben, die ambtenaren niet meer hoeven te wantrouwen, maar kunnen gaan vertrouwen. En wanneer ze met mensen in gesprek gaan, door samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, waar vervolgens ook met die persoon in kwestie kan gaan zeggen, hey, we hebben een plekje vrij via een basisbaan, maar we kunnen je ook in contact brengen met de coöperatie. En je hebt een bedrag waarmee je ook een beetje investeringsmogelijkheid hebt. Ja. Dus wil je dit contactpersoon krijgen? Dus wat ik dan als antwoord zou geven, even los van dat er natuurlijk geen onderzoek is naar de vraag die je stelt, ik zie een heel mooie mogelijkheid om naast het vorm van een bestaansinkomen of basisinkomen of vrijheidsdividend, zoals ik het noem, ook die gemeenteambten te gaan organiseren en die ambtenaren in samenwerking met de burger te laten bestaan en niet tegen de burger. Een vitale burgersamenleving. Feitelijk zeg je dus, we moeten een mentaliteitsverandering hebben bij de beleidsmakers. Onder andere, ja. Onder andere. Het zal jullie verrassen, maar het zal je ook tevreden stellen dat op dit moment het moment is aangebroken om te hunkeren naar meer. Die hunkering moet je koesteren. Want die gaat niet afnemen. Die neem ik je nu af door te vragen om te doen wat jullie zo graag doen, namelijk applaudisseren. En omdat de organisatoren eraan hechten wat ze begonnen zijn ook netjes af te ronden, Jan Atze Nicolai. En dank je wel. Moeten wij nu weg, Harry? Want... Ja, nou, eigenlijk wil ik dat jullie het weekend hier blijven. Oké. Okay. Beste mensen. Het was een geweldige middag. Het was zelfs beter dan ik had gedacht. Dus wat dat betreft is de evaluatie die was voorgesteld, is werkelijk geweldig uitgekomen. En... Het was inhoudelijk heel goed. En het was zelfs zo dat ik dingen heb gehoord die ik niet eerder wist. Vroeger dacht ik, toen ik jong was, van ik weet alles. Maar nu, na dit soort bijeenkomsten, weet ik, denk ik daar toch echt anders over. Dus heel erg bedankt iedereen voor deze prachtige bijeenkomst. Ik ga niet dus, wat ik al meteen in het begin zei, dingen herhalen. Ik wil nog één ding, wat ik dan niet, dat heb ik niet gemist hoor, want ik heb niks gemist. Alleen, ik wil nog even, wat enige woord ik nog gemist heb in deze bijeenkomst, het woord herstelbetaling. Ook in het kader van excuses voor slavernij en dergelijke. Ik heb vorig jaar er ook een discussie over gehad bij het Dagblad van het Noorden. Dat basisinkomen ook kan fungeren als herstelbetaling voor windgewesten in Nederland, bijvoorbeeld Oost-Groningen of Zuid-Limburg. En als je verder denkt, kun je ook denken aan herstelbetaling voor ons koloniale verleden. He, waar recentelijk dus excuses voor zijn aangeboden. Denk daar eens aan, ook internationaal, nationaal of basisinkomen daar ook een rol in zou kunnen spelen. Dus dat wil ik er even toevoegen. Ik ga niet meer vragen van wie van GroenLinks was en van de PvdA. Dat ik dat aan het begin moet vragen, heb ik niet gedaan. Ga ik nu ook niet meer doen. Want ik vind, er zijn echt een eenheid geworden vanmiddag. De samenwerking zal ook zeker, wat mij betreft, voortgezet worden. De congressen zijn volgens mij 4 februari. Dan is er ook dan gaan we ook folders uitdelen, volgens mij. En volgens mij zijn de congressen ook vlak bij elkaar. Klopt, hè, Alexander? Volgens mij zijn we 100 meter van elkaar verwijderd. Ik zou zeggen, we gaan vooral bij elkaar binnenlopen. Met stapels folders gaan we bij elkaar binnenlopen en het congres uitdelen. Verder krijgt deze bijeenkomst uiteraard een vervolg. Het is zo dat wij, wat mij betreft, verder gaan de samenwerking. Ik ga er geen stemming over houden nu. We gaan door met de samenwerking. Zullen we dat gewoon afspreken? De samenwerking van de werkgroep en de denktank. Ik zou zeggen, hou de websites goed in de gaten. Van zowel de werkgroep als de denktank. En... wil ik afsluiten nog met de mensen bedanken die gesproken hebben. Zullen we ze even nog naar voren roepen, anders? Ik heb hier een stapeltje geschenken. Wie er geweest zijn.
Ik zie meneer Brouwer meteen komen. Alsjeblieft. Alsjeblieft, heel erg bedankt. Ik ben een ja, oké. Okay. Hoogleraar Zanger. Ja. Oh nee, Gerard Zanger, ja. Alexander Bedebaankt. Geweldige performance. Allemaal hoor, geweldige performances. Of ook weer beter dan ik dacht, ja. Asena, kom je er nog? Ik vind dat ook. Koen. Oh, Koen gaat zeker. Senna, heel erg bedankt. En dan neem ik ook mee voor Barbara, want die deed hartelijk goed aan iedereen. Nou, is ook goed. Niet haar doodje, maar dat delen we het. Oh, zo. Dat zou voor de eerste zijn. Als de boekenbol is, weet ik voor Barbara wel. Ik heb geen idee. dit was idee. Voor Harry uiteraard. Ja, Harry natuurlijk. Uiteraard. Ik had er nog een aparte ceremonie voor bedacht, maar gezien de tijd, laten we dat maar, ja? Alsjeblieft, Harry. Goed. Dan denk ik van, nog even een applaus voor iedereen. Dan kunnen we zo, daarna kunnen we... De ervaringsdeskundige mag nog één opmerking plaatsen. Vooruit. Ja. Het stond op het programma, maar ik ben eigenlijk de vervanger van Tim Sjongens. Dat was eigenlijk de bedoeling. En vooral naar de Tweede Kamer gericht. Topvent is dat. En hij gaf in een interview, vond ik zo'n treffend voorbeeld... tussen de beleidstoren en de leefwereld... Hij was samen met een beleidsmedewerker was die bij de voedselbank. En die beleidsmedewerker die stond helemaal verbaasd... hoe al die vrijwilligers drukdoende waren om die pakketten in te pakken... en die mensen te helpen. En hij zegt, ik was verbaasd over de rij die er stond. En daar zit, denk ik, de kern van het verhaal... Haal alsjeblieft in de Tweede Kamer, en ik weet dat jullie allemaal hoog opgeleid zijn... in de raadzalen, bij de gemeente, haal die ervaringsdeskundigheid naar binnen. Want zonder ervaringsdeskundigheid komen we niet aan nieuw beleid. Wat mij betreft, het zou een heel goed voorstel zijn... dat zowel PvdA als GroenLinks in een statuut te zetten... dat verplicht iemand uit de bijstand in de Tweede Kamer moet. Oh, je hebt er niet gehad. Okay. Goed, nou, er is koffie en thee nog volgens mij. En misschien ook wel andere dingen nog. Oh, of iets sterkers. Ja, oké. Okay. Dank u wel allemaal. Tot zo.